Nou, welkom allemaal. Uh, zoals ik zei, we zijn met een grote groep vandaag. Superleuk. Um, ik zal me nog even voorstellen. Mijn naam is Samke. Ik ben uh, inmiddels uh, tien jaar designer al bij drukkerdeal.nl. Dus dat is inmiddels een uh, behoorlijke tijd. Uh, jullie kunnen me onder andere kennen van de DWD Klaslokaal video's. En ik uh, ben vandaag uh, jullie host uh, achter de schermen uh, om deze sessie in goede banen te leiden. Uh, nog een paar kleine huisregeltjes. Uh, als het goed is, staat iedereen op mute. Mocht dat niet zo zijn, wil ik jullie vragen om dat toch wel uh, te, te doen of te blijven. Want uh, ja, we zijn uh, met veel mensen, zoals ik zei, en anders dan wordt het één grote chaos. En natuurlijk zijn jullie vragen welkom. Die mogen jullie in de chat stellen. Ik ga dan proberen uh, al wel een beetje te filteren en uh, waar mogelijk wat vragen te beantwoorden. Of ik zal Peter uh, onderbreken om, uh, om jullie vragen rechtstreeks aan hem te, te, te stellen. Um, nou, de sessie wordt ook opgenomen. Uh, dus uh, ga gewoon lekker rustig uh, achterover zitten. Laat het over je heen komen. En de opname krijgen jullie later deze week uh, in jullie inbox. Um, even kijken, heb ik nog meer om te vertellen. Ja, we hebben halverwege nog even een pauze van vijf minuten om eventjes uh, weer op adem te komen. En uh, de sessie duurt ongeveer anderhalf uur. Ik wil nog wel eens uitlopen, maar mochten jullie uh, tussentijds denken van nou, oh, ik ben er klaar mee, uh, bezig, uh, verlaat ons gerust. Uh, Zoals ik zei, het wordt opgenomen. Dus uh, dan kunnen jullie het later uh, verder kijken. Um, ja, Mochten jullie aan het eind denken van mijn vraag is niet aan bod gekomen, of uh, ik, uh, ik heb toch nog uh, een vraag achteraf, die kunnen jullie ook naar, uh, naar ons sturen. Dat kan naar marketingtripedeal.nl. Dan kunnen we alsnog uh, proberen jullie vraag te beantwoorden. Want uh, met een grote groep wordt het lastig om iedereens vragen te, te beantwoorden. Maar we gaan uh, in ieder geval ons best doen. Um, ik ga jullie niet langer ophouden en ik ga gewoon uh, het woord aan Peter geven. Uh, Genieten van ja. allemaal. Dankjewel, Femke. Dat was altijd fijn zo. Uh, we gaan er dus een uh, bonte anderhalf uur van maken. En aan mij de eer om dat een beetje in goede banen te leiden. En, uh, we hebben, nou, ik, zal even, ik zal even mijn scherm delen, dan, dan is Femke ook gerust dat het goed werkt. Dan gaat het er mis, natuurlijk. Ik zal dit keer niet alleen met mijn geluiden bij. Nee, geluiden share. Als het goed is, zien jullie een mooi oranje scherm erbij komen van mijn presentatie. Uh, eerst even, zoals je weet, even wat korte zaken vooraf. Ook van mijn kant. Oh, we zijn inmiddels uh, een jaartje verder. We gaan vandaag Adobe InDesign doen. Dus het is een, een mooi programma. En er uh, zijn uh, nou, niet zoveel versies, maar de versie 2020, versie 2021. En dan komt de versie 2022 natuurlijk deze. Of die is er al, dan komt 2023. Maar. Uh, er is niet zoveel gebeurd de afgelopen jaren in de versies. Dus wat dat betreft uh, uh, kunnen we dat vrij snel afdoen met van. Nou ja, het mag niet meer masterpages heten in het Engels en er is een QR-code ooit bijgekomen. Maar voor de rest, vrij kleine dingen. Wil je meer weten over echte nieuwe functies die een voorgaande jaren bij zijn gekomen? Kijk dan andere video's die we al hebben gehad. We gaan het vandaag hebben over ja, eigenlijk twee grote onderwerpen. Oh. Even voorstellen, vergeet ik dan weer. Uh, ik zei direct Peter, moeilijke achternaam. Gewoon schreeuwen. Peter stop, Peter langzaam, Peter rustig. Femke houdt het in de chat. Um, ik ben een docent in Adobe dingen. ook Niet alleen print, maar ook allerlei digitale zaken. Adobe XD is ook een programma waar ik erg veel mee doe voor web en app design. Nog meer mensen van web en app design die ook web en apps dingen maken? Of vormgeven. ja. Dat vind ik altijd goed om even wat vingertjes. Ja, toch de nodige mensen die dat ook wel doen. Ja, digitaal en print, het gaat hand in hand. In jouw handen namelijk. Um, daar hebben we ook een diploma gehad van UX Certified van de Norman Nielsen Groep. Een soort adobe voor de app voor de appsferen, voor web- en app design. Alleen een beetje saai, moet ik erbij zeggen. Een beetje saai bedrijf. Maar ze hebben wel altijd gelijk. Dus uh, het is een heel goed bedrijf. Als je ooit daarmee te maken hebt, ga daar ook kijken bij de UX uh, spullen van Norman Nielsen. En Nielsen Norman Groep. Die hebben echt goede, goede raadgevingen. Goh, goed, moet er even inkomen zijn aan de pauze. Zo'n online sessie weer na de, de vakantie. Ik struikel over mijn woorden, wil je niet weten. He, mag ik me allemaal eruit gaan knippen? Wat gaan we doen in deze sessie? Dus nogmaals, we gaan van, van alle programma's die er zijn in printmedia, gaan nou, we de motion eruit pakken. Wij horen niks. Iemand hoort niks. Hoor mij, hoort iedereen mij helemaal niet? Ben ik goed te horen voor iedereen? Ik, ik hoor je luid en duidelijk. Ja. Dus uh, dan, dan ligt het aan de, iemand de, de in de instellingen... chat. Het geluid is goed. Oh, ja, de chatbar ja. los. <laughs> ja. Dan heeft iemand zijn koptelefoon waarschijnlijk onder zijn computer liggen. Ja, ze zo de zomer even afstoffen, alle stof blazen uit die luidsprekers, dan komt het wel weer. Um, dus er zijn een heleboel programma's die iets met uh, printmedia bezighouden. Illustrator Photoshop Indesign, Bridge, misschien ook de keer Cloud zaken, je kent ze wel. Um, maar de uh, Adobe Indesign vind ik zelf wel de mooiste tool van de printmedia stijl. ooit ever, van de 500 jaar drukwerktechnieken. We gaan in deze sessie daar even aandacht weer aan geven. Op twee manieren: eerste helft, een korte uitleg van hoe het programma überhaupt werkt. Want er zitten waarschijnlijk veel mensen bij die misschien blanco zijn of een beetje roestig, of een beetje van hoe werkt het ook alweer? Dat InDesign. Ja, dat is zo, dat weten we. Uh, de tweede helft gaan we wat meer in op uh, vragen en verzoeken. En dan gaan we wat dieper diven in dingen die dus, ja, die dus een gevorderde tegenkomt. Of die misschien ook een beginner ook zal hebben als vraag, toevallig. Maar er zitten wat pittige dingen bij, een paar leuke dingen bij. Dus we gaan, er, uh, we gaan dat zo een beetje regelen dat het allemaal een beetje aan bod komt. Dus je hebt voor je wat wilt. En als je al veel weet, ja, je weet het, de pareltjes zijn schaars, dus daar moet je wel blij mee zijn dan. Maar ik hoop dat voor iedereen wat aan bod komt. Uh, nogmaals, anderhalf uur ongeveer. Um, ik ga eerst even kijken naar de vragen en antwoorden die jullie gesteld hebben. want er zat een één aardige vraag bij. Dan komt deze aan de kant. Er zat één aardige vraag. Even de lijst van vragen die we hebben gehad. Een stuk of vijf, zes, zeven waren er geloof ik. Even openklikken. Dit was de lijst van vragen die we hebben gekregen. Daar hoop ik dus zoveel mogelijk van te kunnen behandelen. En je kunt nog gaandeweg vragen stellen in de chat. Maar deze krijgen voorrang, want die hebben dat braaf van tevoren gevraagd. Um, een het Is lammerd aanwezig misschien? Dat weet ik niet. Tussen de tussen de 250 mensen... kunnen we dat niet gaan nakijken. Maar, um, Lammert. Lammert die heeft gevraagd van... voor mijn pottenbakkerij... wil ik graag een mooie folder of flyer kunnen maken. Dit hoop ik bij jullie te leren. Um, dat is een heel valide vraag. Heel legitieme vraag. Kan ik een foldertje of een flyertje maken? Ik had... Gehoopt of gaat bedoeld vandaag, omdat ik met, mooi met, met een beetje zon was nog wat kokosnoten, stranden, palmen, wuivende dingen, van dat soort zaken. Je kent ze wel, lekker sup op het water. Ik donder er altijd af. Um, maar dat ik daar dan een leuke volder mee ga maken. Maar ik dacht van: Weet je wat? Meneer Lammert, ik ga jou volgen maken. <laughs> Waarom niet? Ik ga dat als voorbeeld gebruiken. Dus ik heb van de week zijn hele website leeggeroofd aan plaatjes en teksten. En ik hoop, Lammert, als je erbij zit, dat je even zegt van... ik vind dat goed of helemaal niet goed. Maar het, ja, het is publiekelijk beschikbaar, dus ik doe het gewoon. <laughs> maar het lijkt me wel leuk als je jouw voorbeeld ziet, langzaam ziet groeien. En ook voor de anderen. Het is een willig voorbeeld. Het is een leuke website. Met, nou ja, een website. We gaan kijken. Als het, er, als het er is, dan zet het even in de, in de chat... Lammert als, als je er bent, zet even een chat van... ik vind dat goed of niet goed. Als, als ik het niet goed vind, dan, dan, dan... dan heb ik nog wel een mapje met wat... Kokosnoten hoor. Maar uh, ik ga kijken of ik die map even erbij kan pakken. Dit is de map van, uh, van Lammert. En uh, Lammert heeft dus een pottenbakkerij en heeft dus een website erover. Dus ik van, nou, dan ga ik dat toch een voorbeeld nemen. Omdat ik vind het ook leuk om af en toe wat nieuwe voorbeelden te maken gewoon voor mezelf. Dat jullie ook zien dat het geen met voorbedachte raden, braven voorbeeldjes zijn die dan uh, weer niet werken of wel goed werken. Hier is de website van Lammert, zijn pottenbakkerij. Een eenvoudige website mag ik zeggen. Netjes ziet het eruit. Uh, Lammert is geen webdesigner, dat hoeft ook niet. Met allerlei software zoals WordPress kun je heel aardige dingen maken. En dan nou heeft hij dat keurig online staan. Maar ja, Lammert we nog een foldertje met wat ja, potten. We gaan potten bakken het eerste drie kwartier. Dus dan gaan we daar eens even naar kijken. Wat uh, over mij, wat teksten erin, wat foto's erbij. We hebben natuurlijk zo'n uh, 80.000 potten online staan, die je allemaal kan kopen. Uh, gratis reclame, Lammert. Hartstikke mooi. Maar we gaan er even naar kijken of we dat dus kunnen ombouwen. Die informatie, die leent zich natuurlijk ook voor een papieren, voor een printversie. Dus we gaan van, van web naar print eigenlijk, in plaats van print naar web eens een keertje. Dus die pottenbakkerij gaan we een beetje in een papieren vorm omgieten, dat we daar een mooie folder van kunnen maken. Vind je dat ook goed? Ja, zullen we dat gewoon doen. Um, hoe begint InDesign meestal? Nou, ik ga toch even naar de uh, slide toe. Uh, voor de duidelijkheid, voor de mensen die nog niks van InDesign weten, het is het toch goed om even te weten wat InDesign een programma wat voor een programma is. Er zijn namelijk een aantal programma's voor, uh, nee, niet die, die andere. Die kom op, moet er ook even inkomen. Voor het eerst is het een aantal weken ongeveer dat ik weer een online sessie doe. Ja, ik moest zelfs de zoomcamera ook weer afstoffen. Uh, Printmedia tools. Er zijn dus een aantal. We hebben voor beelden hebben we twee programma's. Illustrator, Photoshop. Uh, twee vertrouwde programma's. Er zijn nog wel andere programma's, maar dit zijn toch een beetje de dominanten in de hele scene, zeg maar. Om niet te zeggen monopolisten. Nee, geen monopolie. Dominant. Uh, er zijn heus wel andere programma's, maar ja, dit zijn de grootmachten, zeg maar. En daarmee worden dus dingen bij elkaar gezet, met, met, of daarmee maak je elementen zoals beelden en logo's en foto's. Dus typische foto's, zoals je hier in dit beeld ziet van een website, kan ook een printstukje zijn. Dat zijn dus foto's die komen. Waarschijnlijk uit Photoshop mooi bijgewerkt of een kleurtje gegeven of op, opgefrist. En zie je meer de logo-achtige dingen zoals icoontjes en kruisjes en logotjes, dit soort vector-symbolen. Dat zijn weer dingen die uit een Illustrator komen. Het kan ook een heel diagram zijn of een hele mooie illustratie. Het woord zegt het wel, Illustrator. Maar dat is een beetje de, de scheidslijn tussen twee soorten beelden: Illustrator en Photoshop. Oftewel pixels. Of vectoren. Of bitmaps en, en object. Maakt niet uit hoe je het noemt, maar het zijn twee dingen. Marzena, zeg maar, zou het kunnen binden. Water en olie. Maar het zijn twee aparte zaken die dus niet zo goed te mengen zijn. Je werkt in iets wat dus echt voor. Er zit, er zit iemand even zijn, uh, over of stoel te schuren, uh, dus er zijn dus twee soorten programma's of twee soorten materialen. Illustrator en Photoshop, Illustrator voor vector en Photoshop even een foto. Dat was even voor degene die blanco zijn. Houd Het rekenmeters niet van ma maandag. Maandag is Photoshopdag, doe alles in een Photoshop. Oh dinsdag doe ik logos in Illustrator of fotos in Illustrator. Zo werkt dat niet. Je moet echt kijken wat wil ik maken, wat heb ik voor een materiaal aan handen, wat ik verder moet gebruiken, in welk programma hoort het. De boel bij elkaar zetten. Dus Echt alles mooi bij elkaar plakken. Dat doen we in andere software. Dat het een mooi blad of een boekje of een folder wordt. Een post of een advies of een reclame dingetje. Of, een, of een, 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 een kaartje of een flyer. Dat zou je nog wel aan Illustrator ook kunnen doen hoor. Illustrator kan je ook veel bij elkaar brengen. Ook die stukjes foto notabene. Maar als het echt meer tekst wordt, meer pagina's, met een goede indeling, als je dat wil gaan maken, dus folders, brochures, dingen die wat groter zijn dan één voorkantje van een achterkantje, dan ga je toch naar opmaak software. Zoals, tadaa, daar staat hij. Als je het logootje kent, dan weet ik hoe oud je bent. Dit is een 40-jarige software van Adobe Page, nee, Aldus PageMaker, laat Adobe PageMaker, die bestaat niet meer. Daarna kwam Quark Express. Daar hebben we het ook liever niet meer over. En toen kwam InDesign rond 2000. Dus al 22 jaar werken we met Adobe InDesign. En de andere twee, daar hoor je niks meer over. Nou ja, nou, nauwelijks meer. Eh, er hangt nu een cloud saus overheen. Dat is nu allemaal Adobe Creative Cloud. Maar het zijn dus nog steeds drie losse programma's die we gebruiken. En dan komt nog een bridge erbij, en een acrobat. Enfin, je kent het wel. Dus dat zijn de drie hoofdprogramma's waarmee we DTP doen. En tekst en data halen met allerlei programma's. En, en dat soort zaken gaan we dus lekker mee verder. Ja, Photoshop vindt iedereen heel erg leuk. Vooral is een leuk programma. Maar in feite vind ik InDesign het mooiste wat dat betreft. Na nou, 500 jaar hebben we dus InDesign is het mooiste programma. Om dus drukwerk te maken, voor te bereiden. Niet te drukken, maar het voorbereiden van. Zodat die drukpersen die 500 jaar geleden zijn bedacht. Eh, ja, niet deze, maar een iets modernere modellen mag ik hopen. Dat het daarmee werkt. Dus dat is InDesign. Echt, dat was in één keer, ik dacht dat is het mooiste programma wat er is. Boom, dat komt nog komt geen nieuwe meer achteraan, denk ik. Ik denk dat, dat dit nu wel de laatste software is die ooit nodig is voor de printmedia revolutie. Um, nou ja. Dus dat over mooie zaken maken met deze software. Dus dat is wat voor software er is. En waar wij naar gaan kijken, is het InDesign om dingen bij elkaar te zetten. Dus als je met InDesign aan de slag gaat, dan moet je eigenlijk al een hoop dingen hebben klaarstaan. Logotjes, fotootjes, beelden, stukken tekst. Dan ga je dan pas bij elkaar zetten. Je gaat geen logo maken in InDesign. Je gaat geen foto beter maken in InDesign. Je gaat dus allemaal dingen bij elkaar brengen. En dat werkt vrij goed samen. Ik ga deze map trouwens even aan bridge geven. Veel mensen vinden bridge, een, ja, die zeggen, moet ik daar iets mee. Misschien is het als ik Brits niet doe. Ik zal even de map even aan bridge geven. Ik geef die map aan bridge. Ja, met Brits kun je al beter kijken, die map, wat erin zit. Dan zie je ze vrij snel in één oogopslag. Oh, kijk, dit zit er allemaal in. Want in dat mapje van zo net, ja, daar zie je het niet zo goed. Zie je allemaal icoontjes. Ja, zie je dit zo'n beetje. Op zijn best zie je misschien een beetje kleiner zo. Of van die rare icoontjes die we niet willen. Vandaag doen ze weer niet, morgen weer wel. Dus dan zie je niet wat het allemaal is. En in Brits zie je dat dus heel erg goed. In Brits kun je dus zien wat zit erin. Je kunt dus ook aangeven, dit, dit, dit potje, dat vaasje van dichtbij kijken... Ja, het is een beetje een bewogen camera, maar het is goed genoeg voor een klein formaat. Eh, dus ik kan heel snel zo kijken, zonder de foto's of beelden te hoeven openen van tevoren. Dus ik kan ze nu al overzien. Wat is er aan de hand? Wat voor materialen heb ik allemaal? Ik kan ze andere namen geven, ik kan ze een beetje ordenen. Ik kan wat zaken, wat filters, wat sorteringen maken, wat labels uitdelen. De goede en dit zijn de fouten, die hoef ik niet. Dus zo kun je daar lekker snel doorheen gaan. Maar we gaan geen Britsen van maken. Dus trouwens, echt, ik vind het echt ja, een prachtig programma. Het is een beetje 50-50. Mensen vinden het prachtig of ze vinden het... Maar, maar zit, ik doe er niks mee. Dat kan, maar ik vind het echt een fijn programma. Ook logos zien meteen weer met erin zitten. Hier zit een logotje, van meneer Stings. Um, dus dat moet je wel hebben klaarstaan als je in design aan de slag gaat. Ja, je kunt dus best wel ervoor zorgen dat je, dus gaandeweg, misschien nog af en toe wat bijmaakt. Dat mag altijd. Het is niet heel streng, die scheidslijn. Maar ik krijg altijd een lekker compleet gevoel als ik met InDesign aan de slag wil gaan. Dan denk ik van: ja, hier is mijn map met spulletjes. Ik heb beelden. Ik heb logo's. Ik heb dingetjes erin zitten. Ik ga aan de slag. Nu kan ik de boel bij elkaar gaan kwakken. En dan zal ik wel een plaatje moeten veranderen. En een logo'tje moeten bijbedacht worden, misschien. Oh, nog vergeten een fotootje wat mooier te maken. Dat kan. Maar ik ben altijd erg blij als ik die map met rotzooi voor mijn neus heb staan in de bridge. En denk van: ja, daar kan ik mooie dingen mee. Gaan maken. Oké? Okay. Je kunt ook makkelijk uit de Brits slepen naar InDesign, bijvoorbeeld. Zometeen. Ik zet een beetje aan de kant hier, maar ja, ik heb wat minder ruimte, natuurlijk, op zo'n presentatie, maar één schermpje. Normaal heb je twee hele grote schermen, misschien wel. Dat is geen luxe hoor, en uh, dit soort software. Dus ik heb het hier wat, uh, wat krapper vandaag. Uh, dan gaan InDesign aan de slag. En ik hoop dat de gevorderden ons een beetje gaan helpen, misschien. Via de chat zou ik wel wat antwoorden mogen verwachten. Ja, als er al drie goeie bij zitten, beste gevorderden, dan, dan hoef je niet ook het aantal. Dan als er al drie goeie zijn, laat maar gaan. Dan, dan, dan komt de volgende vraag alweer. Uh, wat gaan we doen in InDesign als ik dus iets nieuws ga maken? Ik ga naar InDesign, ik heb het programma opgestart. En ik ga een nieuw bestand maken. Wat is de eerste vraag die je altijd uh, jezelf stelt als je InDesign iets nieuws gaat maken? Wat is de eerste vraag? Wat is het belangrijkste dat ik eerst moet weten? Ja, Stefanie. de eerste en gelijk de beste. Wat is het eindformaat? Nou ja, eindformaat. Wat bedoel je met. Wat is een eindformaat? Het, is het schone formaat. Print of, oh print of digitaal? Dat is een vraag die we gaan vooraf. Uh, we zitten bij drukwerkdeal, Wendy. Dus we doen eerst print. Uh, we doen vandaag print. Nou ja. Maar niet waar, want Lammert had eerst een website en nu pas een volger. Dus uh, overlap bepalen. Oh, dat gaat, het gaat helemaal los. In de... We gaan kijken naar, uh, naar het formaat. Dat is het eerste op de drukkerij. drukwerk die wil weten. Wat is het formaat? Hoeveel pagina's? Dan kan ik papier gaan bestellen voor je. Of dan weten tenminste wat het gaat worden. Dus het formaat is het belangrijkste. Als je een nieuw commando geeft in InDesign. Bestand nieuw. Nieuw document alsjeblieft. Ctrl-N of klavertje. En voor de toetsenliefhebbers. Dan gaat gelijk dat scherm hier goed staan zo voor je. Er komt een. Even, er komt een hond langs, die gaat blaffen. Even het raam dicht. Um, dus ik ga meteen het formaat aangeven. Dat was een vrij snel commando. Noem ik doe nog even in slow motion, dat ging al erg snel zo. Oh, hier is het scherm nu. Ja, yeah, daar is hij. Je krijgt een nieuw formaat dialoogvenster. Tenzij je de oude leuker vindt. In de voorkeur kunt instellen. Uh, dan kun je dus wat geholpen worden met nou, wat voorbeeldformaten. Hier staan wat categorieën. Ja, die eerste is wat je laatst gedaan hebt. Wat heb je opgeslagen voor jezelf. Maar die drie staan altijd belangrijk hier. Wordt het iets voor drukwerk. Dan krijg je meer A4-formaten. US, Letteren, Amerika. Of nog meer A-formaten. CD-hoesje. Wie weet nog wat een CD is. Ja, zo'n ding met een gaatje erin. Zo'n CD. Of wil je misschien toch iets voor webachtige dingen gaan maken. Eerlijk gezegd, mensen die websites ontwerpen met InDesign, nee, daar is betere software voor. Maar het zit er al sinds tien jaar in, dus dat blijft Adobe dan erin houden, dus gooi je nooit iets weg. En voor mobiele formaten, ook daarvan zou ik denken van ja, nee, ja, ga je een smartphone ontwerpen, doen, misschien een insta-poster of banner of, of zo'n zo reel ding maken. Met, nee, dat, dat doe je liever een andere software tegenwoordig. Het zou kunnen hoor, niet slecht ervoor. Nou ja, eigenlijk wel slecht. Er is gewoon een betere software. Adobe heeft Adobe Express tegenwoordig. Een leuke website. Even een uitstapje. Ja, je kent me. Ik doe heel vaak uitstapjes. Adobe Express. Dat is een website. Ik zal even erbij pakken. Dat heb je ook in je abonnement zitten. Als je dat social media posts moet maken of zo, en je denkt van ja, wat formaten zijn dat allemaal? Dan staan ze hier allemaal op een rijtje. Hier, hier staan ze allemaal bij elkaar. Wat moet je maken? Social media verhaal. Uh, en dan krijg je gelijk twintig formaten om te gaan doen. Oh, is dat de NS of Oekraïne? Nee, het is Adobe. Uh, dus dan gaat hij dat allemaal voor je regelen met formaten erbij. Het soort mini-indesign in Adobe Express. En als ik eerst mijn adobe logoetje afdek, zo eigenlijk een soort Canva, maar dan ja, van Adobe. Ja? Nou ja, Canva voor social media posts. Dus, uh, want veel mensen gebruiken daar ook Canva voor. En terecht, goed spul. Niet slecht. Um, dus Adobe heeft deze software gemaakt meer voor die digitale kant, voor social media posts. Ze hebben het programma Adobe XD meer voor web- en app-design. En in design moet ze er toch een beetje aan houden. aan ja, schoenmaken blijft bij je lees. Drukkerij blijft bij je drukpers. Uh, bij druktechnieken. Printmedia. Of op zijn minst een pdfje. Um, dus we blijven een beetje weg uit de social media sfeer, beste Lammert, die moet je met deze software gaan doen. Um, dus eigenlijk denk je van wat hij van overblijft, is dat het meestal toch wel drukwerkcategorie blijft. We zouden een formaatje kunnen gaan geven, iets meer formaten. Nou, hij wil graag, een, Lammert wil graag een, iets van een folderdingetje. Een flyer, dat kun je laten vliegen, dat is een los velletje. Een foldertje, dat gaan we, zoals het woord zegt, folder gaan we vouwen. Dus dat is een gevouwen a tje waarschijnlijk. Dus dan wordt het en dat zegt dan, uh, dat zei iemand heel netjes van, is het eindformaat, dat zei Stephanie. Het eindformaat is een A5. -je. Zeggen mensen, ja, maar als het openvouwt straks eigen A4'tje, je moet een A4'tje gaan drukken. Niet doen, niet doen, niet doen. Het is echt een kwestie van het schone formaat zoals je het leest. Dat ga je instellen. Dus je gaat zeggen, ik ga A5's maken. Dat het straks voor het drukken in de pdf twee kantjes A4 worden. Daar zorgt InDesign al voor. Of drukwerkdeel als je losse pagina's stuurt. Maar het gaat prima. Dat is hun taak van de drukkerij, van de, af, van de voorbereiding. Maar niet jouw taak. Bij het opmaken ga je aangeven hoe ziet het er waarschijnlijk uit als ik het zou lezen. Dan zijn het eigenlijk vier A5's. Dus ik geef aan vier pagina's. A5 formaat. Wil ik iets van een vaste indeling alvast meegeven, dat er wel wat hulplijnen staan die mij kunnen helpen de indeling een beetje netjes te maken? Ja, iets van een centimeter rondom. Misschien kan ik een keertje op kopieën, misschien leg ik het toch netjes uh, gekopieerd. Wordt. Ik moet toch rekening houden met een, een randje van 10 mm hier, dat ik dus een marge krijg. En misschien wel handig als er ook dan twee kolommen daarin staan met uh, dan 10 mm ertussen. Ja, ik hou even ronde getallen aan. Mensen vragen vaak al standaard getallen voor. Nee, dat is een beetje wat jij wil. Hoeveel, als je echt wat in de randen gaat hangen met je tekst en je lappen dan doen ze een druk ontwerp. Als je wat lucht neemt, dan geef je wat grotere getallen aan om een hulplijn, om wat grotere ruimtes te krijgen. Je ziet zometeen hulplijnen. Ze dus komen al een beetje aankakken, dan zie je ze daar. Kijk, nog een kolommetjes erbij ook nog. Hey, ik voeg twee kolommetjes, twee kolommen met tien ertussen. Ja, waarom zie ik die niet verschijnen? Nou, voor de tooning aan, uh, uit. Nou, heeft er even geen zin. In. Ander hokje aanwijzen het komt zo meteen wel. Dus ik wil graag twee kolommen met 10 mm ertussen. Dat zijn nog geen kaders hè. Het zijn maar hulplijnen. Ze de hulplijnen, ze dwingen je tot niks. Ze zijn geen dwinglijnen, ze dus zijn hulplijnen, ze dus helpen je. Als je dat wil en anders niet. En ik wil ook een afloop, Oh ja, afloopgebied. Een technisch puntje. Straks gaan we drukken. En dan wil drukwerkdeal graag dat er drie millimeter meer rondom komt. Dat is zo'n technisch dingetje. Dat een, een randje meer eromheen komt. Dat ze het mooi kunnen afsnijden. Als je toch over het randje gaat met iets leuks. Met een foto of zo. Dus dat is even technisch nodig. Dus dit is een heel gangbare indeling voor een A4'tje. Als ze toch een standaard wil hebben, dan doe dit. Dus lammetje krijgt een mooi standaardje van uh, een a 5 voldertje vier kantjes tussen vier paginaatjes met een, een ruime rand rondom en wat uh, twee kolomsindeling voor mm, als ik dat niet wil laten verander ik het wel maar ik begin met twee koloms waarom niet en een technisch randje van drie millimeter ja? Uh, Laura vraagt... Hoeveel, ik, kijk, ik kijk af en toe een beetje mee, maar niet de hele tijd... dus ik zie nu toevallig hoeveel marge... Vraagt, Laura, is of het algemeen minimaal aan te bevelen... dat je niet te dicht op de rand zit? Nou, dat vind ik op zich wel een aardige vraag. Zijn er zijn standaarden voor. Ik heb bijvoorbeeld een boek van... Uh, even de boekenclub. Uh, Jan Rits heeft een nieuw boek over Photoshop... en animatie is erg leuk. Maar als je een boek hebt, dat, als je een brochure hebt... kijk, een folder wordt gevouwen. Dan ligt die gewoon open. Heb ik nog een folder? Nee, ik heb er geen folder liggen nu. Nou ja, een, een, een leuk nepgeldbriefje... Dan wordt dan gevouwen. Ik moet even pakken. En gevouwen. Dat wordt dan gevouwen. En dan heb je dus gewoon dan ligt het open. Als je een brochure hebt, dan wordt eens gebrosseerd, geplakt, gelijmd, genaaid, ge weet ik veel, maar dan wordt er iets aan de achterkant gekwakt. Dat het bij elkaar blijft. Het zijn te veel pagina's. Als het dan dikker wordt, dan krijg je dat een beetje bol gaat staan. Zo. En dan heb ik. Meestal wat meer ruimte graag in de middenkant. Als het open zou dan is het dus heel mooi één vlak. Maar dat doe je met een boek nooit. Een brochure of een boek zoals dit, wat wat dikker wordt, die staat altijd een beetje bol. En als je iets meer ruimte hier in het midden houdt, dat het, het onwaarschijnlijk dan op hetzelfde uitkomt. Snap je? Dus dat is de enige regel die ik een beetje meegeef. Voor de rest, hoe jij tegen die randen aan wil zitten, met dit soort hoogtes. Jij ja, kan altijd tot aan de rand kruipen. Maar als je een soort hulplijn wil, van daar wil ik vaak zitten. Dan, dan is dat prima. Uh, en dan heb je een drukke opmaak, lekker vol proppen. Als je dus wat luchtiger doet, dan met, met meer centimeters, dan oogt het rustig allemaal. tussen wat je wil, qua sfeer, qua stijl. Dus er zijn geen echte standaarden voor. Behalve dat, dat ruggetje in, in het midden. Ja? Iemand zegt van ik gebruik altijd 5, dat rekent makkelijk. Ja, in millimeters. En daardoor de Indisant altijd met die mysterieuze 4,233 begint, dat is een halve inch. Geloof ik, of minder, een paika. Nou, dat is een typisch Engelse maat. Één, eentje. Dus dat is ook maar een beetje een getal van. Nou, we hebben toevallig millimeters, noem maar vijf of tien. Dus het is geen esthetiek, dat is geen gevoel, dat is geen wetmatigheid. Bepaal jezelf, oké. Okay? Maar het is de eerste klap op de vuurpijl. De eerste klap is een daalde waard. Ik ben mijn spreekwoorden weer aan het verhaspelen. Dus ik zeg nu: maak maar een bestand van vier paginaatjes A5 onder elkaar. Daar is hij. paneeltje erbij. Daar is het hier. pagina-paneel. Onder de vensters vind je uiteraard al die extra venstertjes. Pagina's heb ik even erbij gepakt. Deze, daar staat hij nu pontificaal. Dus ik zie mijn bestand hier nu schematisch in vier kleine icoontjes van iedere pagina. Word jij eens een beetje kleiner alsjeblieft. Oké, okay. even wat korter trekken. Zo groot hoef ik niet op zo'n groot klein scherm. Zo, dus ik zie nu meteen vier pagina's daar liggen. En dan ga je dan de indeling opmaken. Waarom ik geen... Oh, daar zijn mijn hulplijnen. Oh, daar zijn ze. Pagina 1 niet. Um, dus dat is dan de indeling die ik alvast een beetje krijg. Met een paar hele dunne lijntjes. Ik hoop dat je ziet in de zoom-sessie dat het niet te dun is. Eh, als je voor het eerst dat soort dingen doet, dan, dan valt het misschien zo snel op. Maar het zijn heel dunne lijntjes. Het zijn hulplijnen. Dus alles wat ik erop schuif zo meteen, gaat er vanzelf een beetje in die randen staan. Als ik schuif dan, plakt die aan die lijn. Als ik het uitrek, plakt hij aan die lijn. Dat zijn van die handige van die, van die magnetische hulplijntjes. Dan ga je er dingen op zetten. Ja, en als ik dus naar de materialen van, van Lammer ga kijken. Nou, als ik begin, ik begin meestal niet met het kaft. Nee, dat vind ik altijd een beetje raar, want het kast, dat is de kerst op de taart. Meestal is het binnenwerk, dus de paarden hier, twee, drie en vier, en nog veel meer paarden misschien, daar zit de meeste tijd in. Daar ga je dingen op neerzetten, beste lammet en ander. Hè? Je gaat dus heel veel dingen erop kwakken die jij dus nog wil kwakken. Uh, stel de binnenkant, uh, ik ga nu even wat mapje erbij pakken, de bridge weer, waar is de bridge? Stel ik heb een, uh, voor, voor deze paarden, wil ik wat, wat dingen gaan neerzetten, als deze vaas allemaal. vaas 1 tot en met vaas 8, die ga ik binnenhalen. Uit de Finder of uit de Brits, ik pak ze op en ik sleep ze nu hierheen. Ja, dat is nogmaals een beetje een krap scherm. Ik sleep ze nu hierheen, daar komen ze. Hoppakee, ik heb ze uit een ander scherm opgepakt. Ik laat ze hier los. Zodra ik loslaat, worden ze aan de cursor gelaten. Van nou, zet maar neer waar jij het wil. Uh, dan kan ik dan één keer slepen zo. Zeg dus nou, doe maar hier nummertje 1. En hier nummertje 2. Hier dan nummertje 3 of zo. En dan, ja, hier misschien, weet ik niet, kan nog schuiven zoveel ik wil hoor. Ze dus kan ze allemaal neerzetten. Als ik nou dat sneller wil doen. Toch een tip voor, voor de en de beginners. Als je dat sneller wil doen. Oh, even. even stel, ja, pagina 2 en 3. Stel, ik wil dus vrij snel meer fasen tegelijk pakken en in één keer neerzetten. Weet je, veel mensen zitten het er al zo lang in. Oh, maar het is zo leuk. Dan ga ik dus niet uh, één voor één neerzetten. Dan ga ik dus, terwijl ik sleep en denk dat ik de eerste neerzet, ik heb nog één vingertje hier. Mijn hand doet de muis nu, zie je. Maar ik heb nog één vingertje. Dan ga ik met de pijltjes toetsen. Zeg ik, ik wil meer rijen en kolommen. Ik had er een stuk of acht, hè? Nou, stel, ik wil er dan misschien wel. Ik hoop dat je ziet dat daar een soort gid ontstaat van negen hokjes. Zie je heel de hele lijntjes? Hè? Als ik loslaat, komen ze wel hoor. Dus als ik ze nu loslaat, kijk, boem, dan staan er nu dus negen plaatjes in één keer. Nou, acht, ik heb eentje, heb ik niet, ik heb er maar acht. Dus dan kan ik dat in één keer zo neerzetten. Dan komt een heel belangrijk knopje voor beginners en ook voor geworden. Dat zijn die knopjes hier in het property-venster, het eigenschappen-venster. Bovenaan staan ze ook. Als je die balk bovenaan leuker vindt, zet je die aan. Dat mag je zelf weten. Want de balk bovenaan, de regelpaneel. Soms zeggen mensen: Ik heb liever die daar bovenaan. Dan die eigenschappen. Nou, de modernere gebruikers van InDesign, die weten niet eens dat die bovenbalk er is. Die hebben dat niet meer, die krijgen ze niet meer, willen ze niet. Dus dan zet ik hem weer even uit. Maar het is dubbelop, want die knopjes hier staan ook daar. En die knopjes daar staan ook daar. Maar ik doe hem even weg, die balk. Beheer weg. Schild weer ruimte. Uh, regelpaneel. Ja, in Photoshop heet hij weer beheer, in de heet hij weer illustratie weer opties, geloof ik. Maar dat balletje bovenaan, dat kan onderhand wel af en toe redelijk weg. Niet altijd, soms heb ik even nodig, maar meestal wel. Er zitten wel knopjes, terug naar deze rare knopjes. Maar die knopjes zeggen dat beeld zit in een kader. Want nog even voor de goede orde, als je, een, uh, als je het netjes doet, dan zou het zo moeten. Ik zet een kader neer en ik ga daar een beeld in plaatsen. Plaatsen, dus de nette methode, op mijn map. Het zijn mapjes Teams, op mijn bureaublad, met erin een, een, een nog een vaas. Hoppakee, dan komt die één voor één zo in dat kader terecht. Kom maar binnen met je knecht, daar is hij. Dus nu zit hij erin. Maar het is waarschijnlijk een heel groot beeld en een heel klein kadertje. Dus het zijn altijd beelden in kaders. Je hebt altijd een kader met daarin inhoud. Dat geldt ook voor die andere zeven, 8 en de overkant hoor, die net zo goed. Maar het grote beeld is nu best wel groot. Hoe groot is dat ding eigenlijk? Jeetje, het een groot beeld. Zie je, dat is een heel groot beeld. Die moet een stukje kleiner alsjeblieft. Met deze knopje kan je zo snel zeggen van laat het kader vullend worden. Vul het kader zoveel zo mogelijk met het beeld. Zo dus. Of uh, vul hem zo groot mogelijk. Dus het kader, dat blauwe randje zie je dus nu, het kader, daar zit dus nu dat beeld redelijkerwijs in. Maar ik wil de foto wel helemaal erin hebben zitten. Dan moet ik op het tweede knopje drukken. Dan gaat hij helemaal erin. Maar dan past het kader misschien niet netjes. Ja, ik kan dit doen, maar dan krijg ik een, dat, dat zegt, dan wordt, dan wordt het boos. Dan krijg je een soort kulse pot in plaats van een vaas. Nee, 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 dat zetten we terug, herstel. Dus je kunt er forceren, maar dat is meestal niet handig. Dus die knop moet er eigenlijk uit. Het is of. Het kader is de baas en het beeld vult het zo goed mogelijk. Of het beeld is de baas, die twee knopjes. En het kader moet zich aanpassen. En dan een knopje voor, dan is dat een knopje daar. kader aanpassen. Dus het kader moet maar zo groot zijn in feite. Nou, dan past hij mooi. En als je dan passend wil houden, als je dan gaat trekken, duwen eraan. Trekken, duwen, zo. Dan wordt het kader groter, maar de inhoud niet. Dat is niet handig. Moet ik weer op het knopje gaan drukken. Kader groter, knopje drukken, moet hij weer zo. Niet zo fijn. Moet ik hem weer anders aanklikken. Druk dan een ander knopje in. In Nederland hebben we één knopje, dat is niet fijn vertaald. Daar staat passend maken, daar moet staan passend houden. Ik zal hem maar eventjes terugzetten, een paar stappen. Zo groot was hij. Als ik zeg, maak hem mooi gevuld, op deze manier. En hou, en hou altijd het beeld, nou, hou hem mooi gevuld. En houd hem passen. er moet staan hout passen. Passend houden. Als je nou trekken gaat duwen eraan, als je wacht, dan ziet beter. Dan word je zo groot als nodig, is, zie je. Dus hij past zich vanzelf aan. Dat zit er al zo lang in, maar veel mensen hebben het knopje nooit gezien. Dus allerlei handigheden voor het neerkwakken van kaders met inhoud. Dus zo komt inhoud in je pagina's. Foto's, beelden, logo's, kan er allemaal bij komen. Nog een logo erbij. Laat wat je D, plaats een Stiens logo. Dat is het hele... Wel, dat wil ik niet, ik wil alleen het paarse logo. Steen logo, paars. Oké. Okay. Hier is een logotje. Ja, ik moet toch wat verzinnen af en toe. Dus heb ik hier al een leuk logotje van gemaakt. Zie je? Dat logo zelf verzinnen doe je natuurlijk niet in InDesign. Dat doe je dus in, in andere software. In Illustrator bijvoorbeeld. Om even een blik te geven hoe dat zat. In Illustrator, beste meneer Lammert, ik heb voor jou een leuk logo ook even gemaakt in Illustrator. Uh, ik heb naar je website gekeken en volgens mij heb je geen logo. Ja, een, een lettertje. Uh, Pottenbakkerijsdienst. Ik heb er even een logo van gaan maken. Even meekijken voor een logotje. Heel kort even een indruk in Illustrator. Bestaat niet. Oh, dan ga ik even naar de map. Waar is hij gebleven? Oh ja, ik heb de map hernoemd. My bad. Uh, even zoeken: Steens, logo's. Steens. Deze hier. Ja, je moet toch wat met zo'n logo, met zo'n naam als Steens? Het is een pottenbakker, dan ga je nadenken. Uh, gewoon een lettertje zo. Of ga je dan toch? Wil je in de sfeer blijven? Pak ik de LITOS. LITOS betekent steen. Ziet er gehakt uit. Oh, een heel, heel bekend lettertype voor iets wat steen moet lijken. STEENS. steens. Uh, LITOS pro lettertype. Denk nou, dat is wel heel erg voor de hand liggend. Ik pak toch liever de mooie Hagenees, meneer Buivinga. Zo'n mooie Museo. Met die dikke klompen eraan. Museo lettertype. Nederlands lettertype, wereldvermaakt. Echt, mooi lettertype. Uh, om het toch een beetje leuker te maken. He, moet toch iets, iets bijzonders doen. Heb ik dus het lettertype omgezet in, in, in een vorm. Dus zo, en het, het i'tje een beetje een klontje, door een soort steentje van gemaakt. Misschien wel grappig. Dat toch een soort, soort stenen, nonchalance van het kleikwakken zo een beetje erin komt. Uh, daar heb ik dus een witte versie en nu een paarse versie van gemaakt. Ik heb ook de, de, de letters een beetje op één lijn gezet. Dat liep niet zo netjes. Zien. Oh, ik ben een die niet Kijk, Als er dan toch een beetje gepeuterd mag worden met een logo. dan vind ik dit niet zo mooi. Dat is niet mooi aansluiten. Ja, zuurkast. Ik heb even die letters dus een beetje meer. Zo in elkaar laten overlopen. En iets rondere hoekjes gegeven. Want steen is erg hard en scherp. Maar klei en keramiek maken is toch wat meer handenwerk. Dus ik heb er wat ronde hoekjes aan gegeven. Ja, ik heb de museum nog ronder gemaakt dan die al is. Dus dat is wel een aardigheidje misschien. Dus zo heb ik die letter dus gebruikt. De museum. Om daar dan een logo van te maken. Bij deze. Je logo. Als je het niet leuk vindt. mag je het zo weggooien. Dus ik heb dat logo geïmporteerd. Ook in InDesign. Dus ik heb die ook hier, erin gezet. Niet opslaan. Dus die zit er ook braaf voorbij. En dan ga je nog kaders neerzetten. Je hebt drie soorten inhoud, grofweg: uh, kaders met beelden. Hier, beeld. Ja, dit is ook een beeld. Het is een logo, hè, typisch het Illustrator. Uh, of kaders met teksten. Dat kan ook. Dan ga je een tekstkader neerzetten. Ik kan hier een tekstkader gaan neerzetten. Zo. zo dan ga je zo neerzetten. En dan ga je daar dus uh, tekst in laten lopen tot de typen. Ik moet nog heel veel aan typen, ik kan even duren, dat gaan we niet doen. Dat gaan we niet doen. Natuurlijk kunnen we teksten ook plaatsen in een kader, of zelfs zonder kader beginnen. Dus ik ga een tekst plaatsen, plaats. Klaar met je toetsliefhebber. Ik heb je de tekst van meneer Stien's website geplukt. Allerlei losse teksten die wel aardig zijn. Dan ga je daar trekken duwen dat er ook een kader voor wordt gemaakt. die ook een kaderzone. Dan komt er dus een tekstkader te staan. En dan kan je die tekst gaan vormgeven met typografie. In de paneeltjes tekenen en alinea. Tekenen en alinea ga je dan wat vormgeving aan aanwezig flikken. Andere lettertypen, ook wel een lettertype wat past bij de steen misschien. Dus al knutselend kun je zo kaders met beelden. Kaders met logo's, beeldkaders tussen op alle twee manieren. Of tekstkaders gaan maken. En dan kan het best zijn dat je heel veel tekstkaders los nodig hebt. Als het een lange lap is, dan kun je die lekker uit gaan rekken, zodat het onderaan. Ja, zo. Heb ik een tweede kolom nodig? Lekker dat, dat magnetisch allemaal, die hulplijntjes. En dan pak ik de draad op met dat plusje. Zeg ik hier nog een stukje tekst. Ik wil het ten, twee naast elkaar hebben zo. Dan heb ik zo'n tweede kadertje tekst. Dan loopt het lekker door die tekst, zo in een ene tijd. Dus dat is wel aardig om zo te gebruiken. Uh, dus ik heb nu daar twee tekstkaders erin. Dus in die kaders zit tekst. Dus kaders met beelden en kaders met teksten. En dan hebben we nog een laatste, ach, dat zijn de stiefkinderen die vergeten we altijd. Gewoon een los lijntje, een los lijntje, gereedschap naast een los lijntje, gereedschap. Zo, dan trek je een los lijntje, dan maak je daar een dikkere lijn of een dunnere lijn van. De lijn mag wat dikker worden, misschien wel een, een heel dikke lijn van 15 mm. je kunt je afvragen, is dat een dikke lijn of is het een dunne rechthoek? Want ik kan ook een rechthoek maken die er hetzelfde uitziet. Dan pak ik echt een rechthoek. Dus dit zijn de creërende tools waarmee je kaders maakt of lijnen of vlakken. Die je wil gaan gebruiken. Ik wil deze mooi vullen met paars. Vullen met paars. Heb ik paars ook erin zitten hier? Ja, oh, niet in dit nieuwe bestand. Nee, dat is. Dan doe ik even geel. Valt niet op. Um, dus ik kan zo die vlakken maken met geen inhoud. Dus je hebt kaders met inhoud voor beeld, logo's, illustraties, foto's. Je hebt kaders voor teksten, inhoud. En je hebt dan lege kaders voor, ja, voor een kleurtje of een los lijntje. Niet zo dik. Ziet er een beetje raar uit. Dus zo ga je de boel een beetje in elkaar zetten. En het moeilijke is dan daar een goede indeling voor te vinden. En dat weet ik wel. Dat is lastig. Uh, om een indeling te vinden die lekker mooi eruit ziet. Dus ik heb al een beetje daaraan zitten trekken en duwen. En dan kun je allerlei gedachten bijpakken. Ik pak gewoon een bestand er gelijk even bij. Ik Kan mij het schelen. Uh, hier is het volletje. En dat is het leukste werk eigenlijk. Dat soort dingen in elkaar zetten. Dat het dus geleidelijk aan gaat vullen met inhoud op de goede plekken. En dat het er netjes uitziet. Dit is de voorkant. Dit wordt dan de binnenkant. En je ziet, ik doe niet veel meer. Ik doe geen rare illustraties erbij. Ik heb alleen ja, wat loggetjes van je, van je keramische clubjes erbij gezet. Ik heb je plaatjes erin gezet. Ik heb hier wat kadertjes neergezet. Dus op deze manier kun je dus ervoor zorgen dat het gezelliger uit gaat zien. Dat doen we dan weer met die hulplijnen. Ik zet de hulplijnen weer even uit Dat het knopje daar. Of, uh, of ik zet ze aan met de W-toets. Hier zijn die hulplijntjes weer. Ik heb trouwens voor pagina 2 en 3, zoals je ziet, voor deze twee pagina's. En voor 4, nee, alleen 3. Twee niet voor 3 en 4, heb ik een iets andere kolomendeling achteraf gemaakt. Ik vond de twee kolomendelingen voor pagina 2 wel leuk, waar ik mee begonnen was. Maar ik vond, ja, het wordt toch wat drukker op de andere pagina's. Ik heb toch wat meer hulplijnen nodig om vaak op de goede mate uit te komen. Niet dat je voor ieder blokje een, een hulplijntje moet hebben, hoor. Maar het is handig dat je dat raamwerk een beetje hebt staan waarin het kan passen. Dat, dat trekt rekt wat makkelijker en wat schuift wat makkelijker. Als deze gewoon zegt van die moet gewoon scheef komen, kan het hoor. Schuif hem hierheen en maak hem scheef zo. Ja. Soms heb ik hem lekker scheef neer, niks aan de hand. Jij blijft de baas, het zijn hulplijnen. Maar het is mooi als het grid een beetje gevolgd wordt. Als dat... Peter, ja? even tussendoor. Kun je nog eens laten zien hoe je veel tekst... Uh, Doorlaat lopen op meerdere pagina's, wat je net deed. Ja, oké. Okay. Doe ik liever even het andere bestandje. Ja. Ja. Dus ik had al een tekst en ik heb hier al een tekst. Dus die begint hier. En het stelt dus: ik ga even opzettelijk heel veel tekst van maken, doordat ik helemaal kopieer. Plak, 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 plak. Ik heb nou zeker tien keer die tekst erin zitten. Uh, als je een tekstkader hebt waar dus een meer tekst in zit dan wat er dus in past, dan staat er zo'n klein rood plusje. Geef ook gelijk een error, één fout. Er is tekst die je nog niet ziet. Dus dat plusje betekent er is nog te veel tekst wat je nu in het scherm hebt mooi gemaakt. Uh, tekst laten doorlopen gaat vrij makkelijk. Uh, je pakt het plusje weer op. Je klikt op het kader. Eerst, eerst op het kader klikken, dan op plusje klikken. Klik en dan klik je waar je de rest wil hebben. Bijvoorbeeld hier nog een kadertje. Of weer een plusje, hier nog een kadertje. Zo kan je dus meerdere kaders gaan neerzetten. En de tekst blijft doorlopen. Dus als ik hier onder die naam daar ga typen, dan, kijk, dan loopt het dus door aan de andere kaders. Zie je dat? Als je nou heel veel kaders moet laten doorlopen, want je maakt een boek van 200 pagina's, dan hebben we wat toetsen die wat handiger zijn. Dan, pak ik dus, dan heb ik geen zin om iedere keer kader te pakken, te slepen, kader plus te pakken. Dan denk ik, Want heb ik toch een leuke baan? 180 pagina's. Plusje pakken, slepen. Daar hebben we wat snellere voor. Als ik die plus gepakt heb en ik hou dan de shift-toets in. Ik heb nog niet geklikt, hè? Ik heb de shift-toets ingedrukt, zie je een klein slangetje verschijnen. Ja, ik kan in inzoomen in Zoom, dat is raar. Een Zoom kun je niet inzoomen. Uh, maar komt, ik hoop dat je ziet, komt daar een klein slangetje, dankzij de shift-toets. Als je nou druk, 1, 2, vanaf de bovenste hulplijn hier, dan weet InDesign, oh, je wilt dus keil, wil dus waarschijnlijk wel je kaders maken binnen die hulplijnen. Snappen? Mm -hmm, snap hem. En het is weer te veel tekst waarschijnlijk, dan mag ik nu meer pagina's laten lopen. Eén, twee, klik, even wachten. En ik heb nu dus een boekje van pak een beet, maar 11 pagina's gevuld met teksten. Dus dan gaat de tekst automatisch doorlopen. Ja. Dus ik heb nu in één keer een folder met elf pagina's met die lange tekst die ik gekopieerd heb. Dat is alles. Maar het werkt zo. Niet dat het altijd handig is om doorlopende tekst. Sterker nog, soms ga ik eerder de tekst ernaast zetten. Een ander bestandje. Als het heel veel een beetje losse tekstkadertjes zijn, zoals bij een magazine of een folder met wat losse dingetjes, geen boek of een hele dikke magazine met lange artikelen, dan ga ik toch liever met losse kadertjes aan de haal. Dus dan zeg ik van nou ik wil een stukje tekst maken hier voor de inleiding, misschien is het de inleiding zo. Dan ga ik liever even knippen: knip en even niks meer sorteren en hier plak erbij. Dan heb ik een los kadertje voor de inleiding. Dan heb ik hier een stukje tekst van één los regeltje voor de lid is van allerlei keramische clubs, Knip. En plak. Eigenlijk doe ik het andersom. <laughs> Eigenlijk zet ik die tekst dan eerst. Ik <laughs> zal deze ook even weggooien. <laughs> en ik zet dan liever die tekst aan de zijkant. En ga dan heel praktisch. Dit is geen wetmatigheid, maar zo'n handigheid. Dan ga ik liever dus vanuit de zijkant van op een tafelblad, zeg maar. Ga ik dan de stukjes tekst hieruit knippen. Hier een stukje tekst met leuke cadeautjes. Eén regel. Knip. En plak. Plak en weer een los kadertje. Dus als ik veel wil gaan schuiven met de teksten, om dus te zoeken waar moet het staan allemaal moet. Dan ga je niet met een lopende tekst en met doorlopende teksten werken. Dan wil je liever gewoon losse brokjes tekst in een kadertje die je los kan schuiven, een beetje trek en duwen eraan. Dat die snel dus eentje groter en kleiner kan gaan worden. Ja? Dus dat is een heel gangbare aanpak van volletjes of brochures, waarbij ik snel veel korte stukken tekst los wil benaderen. Als het doorlopende teksten zijn, zoals hier, ja, dan kun je inderdaad het beste met lopende kaders die elkaar verbonden zijn met de pijltje gaat nu daarheen en die gaat weer daarheen. Kun je ook zien, je bij weergave extra's. Kun je zeggen, toon die tekstverbindingen. vind vinden beginners altijd fijn. Dan zie je dat het inderdaad doorloopt. Van, oh, van die lange daar, bovenin, Naar nu, naar daar, naar daar, naar daar. En dan weer door naar de andere. Dus zo zie je die draad lopen van dit kader. Kunnen meerdere kaders zijn. Deze dus niet, hè. Ze zijn losgeknipt. Dus die staat los. Die is los. Geen draden. Deze ook los. Dus voor sommige opmaak vind ik dit prettiger. Ja, en zo kom je dan tot een leuk eindresultaat. Met wat kleurtjes en dingetjes natuurlijk. Hè? En het ziet er dan schattig uit. Ik heb zo net op dat andere bestand de pagina's of de beelden zo allemaal in een grid neergezet. Even terug naar dat grid. Even een heel klein handigheid, wat toch al heel snel mondriaan achteruit ziet. Um, ik ga al deze kaders even weer um, een beetje terugzetten. Kom eens even terug. Kijk, die groene lijntjes komen meteen helpen. Ja, auto uitlijnen en zo. Ik denk dat die wel goed staat. Zo. Ik ga ze even met z'n achter elkaar pakken. Ik laat de kaders hartstikke lekker vullen. Kadertjes vullen, zo goed mogelijk vullen. Zo. Dat ze allemaal gevuld zijn. En houd ze passend. Houd ze gevuld, dus in dit geval. Dan kan ik nu gereedschap gaan gebruiken, wat veel mensen niet kennen. Dat is een gereedschap, want oh, die staan een beetje te laag nog. Even uit. Dit gereedschap hier. We hebben dus veel selecterende gereedschappen, een stuk of drie, vier. Hier zitten de creërende gereedschappen, tekstkaders, lijntjes, tekeningen gaan we niet doen, eh, kaders voor tekst, en voor beelden, die twee. Dit zijn selecterende gereedschappen voor dingen, gewoon de bovenste zwarte pijl, een logo, een kader hier, en een kader daar, lijntje, dingetje. Daar kun je dingen mee selecteren dus. Dan hebben we hier nog een ding, de witte pijl, voor dingen die kleiner zijn, bijvoorbeeld een hoekje van een kader. Ik wil dit hoekje scheef hebben staan. Ik wil dit hoekje scheef hebben staan. Of zelfs punten erbij maken met krommingen erin. Maar dan wordt het laat. Uh, dus zo kan ik de witte pijl gebruiken voor kleinere dingen dan een heel ding. Dan hebben we hier nog de pagina. Ja, ik kan de pagina gaan schuiven. Ik, dat hoeft nu even niet. Het is een vrij eenvoudige uh, opmaak van 4 a 5. Dan zit hier een gereedschap. Dat is het meest mysterieuze van InDesign. Al jarenlang. Nou, op die onderste naam. Maar die mag echt weg. Uh, dat is de tussenruimte. Daarmee kun je niks selecteren. Daarmee selecteren iets wat er niet is. Namelijk de ruimte tussen dingen. Ik kan namelijk... Iets pakken wat er niet is, maar wat ik wel wil pakken, ja het klinkt raar, iets pakken wat je niet kan pakken. Maar het is echt zo. Kijk, deze pakt niet dingen, nee, nee, voor Hij pakt de ruimte ertussen. Iets groot, kijk even, ietsje groter. Hij pakt de ruimte ertussen in één keer zo. Dus dan kan ik zo die rand tussen die ook waarschijnlijk bij elkaar staande elementen, en zoek daar een beetje samenhang van afstanden, kan ik dat groter kleiner maken voor een hele tralie ertussen. Of met de shift-toets voor één tralie ertussen, dat je een beetje zo gaat doen. Zo. Dus dan kun je heel snel dus een soort briabakachtige opmaak, brik abrak letjes praten Peter. Om dat sneller bij elkaar te krijgen, wil ik deze ene naar de rand laten lopen zo. Of wil ik ze allemaal naar de rand laten lopen, over het randje heen, naar de rode aflooprand. Dan wordt het mooi afgesneden straks. krijg je gelijk een wat speelsere indeling, zie je? Dus, dit is het werken met de tussenruimte-tool. De tool die dingen pakt die je niet kan pakken, maar die er wel zijn, die zichtbaar zijn. Dus de ruimte tussen dingen. Of ik wil deze, deze ene aan de bovenkant hebben hangen. Ja, beter, dan kan je ook gewoon een pijltje pakken zo en deze ook zo naar de rand pakken. Maar het is handig om met die tussenruimte-tool die ruimte ertussen te grijpen. Ja? Die beetje opschrijven. Die kan misschien, Ja, dat was wel erg krap zo. Dus zo ga je dat doen. Ja? Heb ik trouwens bij dat andere voorbeeld hier. Een beetje gedaan, niet zo heel veel, een klein beetje. Een beetje wat groter gemaakt deze, een beetje wat smaller gemaakt die ene, wat uitgerekt naar de pagina. Dus zo kan het dan gezelliger uit gaan zien. Een beetje mondriaanachtig, zeg maar. Ja. Oké, okay. dus dat is de tussenruimte-tool, onbekend en onbemind. Dus zo komt het dan als geheel een beetje bij elkaar, dit soort uh, uh, plaatjes en teksten en balkjes en dingen. Ja. Peter, ja, dat... nog een vraagje ja, over de... even kijken, waar zit die ook alweer... Um, over de kolomindeling, want die had jij ja. aangepast. En de ja. vraag is eigenlijk: van hoe wijzig je de kolomindeling als het bestand al is gemaakt? Ja, bij het aanmaken van een nieuw bestand, dus zodra je zegt nieuw bestand, aantal pagina's, afstanden, kolommen, maten, marge, dan maak je eigenlijk niet pagina's. Je maakt een basispagina. Of de stramienpagina. Of de masterpage, zoals iemand niet meer mag heten van de domen in de nieuwste wereld. Want master is een fout woord. Hoe dan ook, er zit een soort gedachte achter. Eigenlijk maak je met het nieuw commando de stramienpagina's. Dus zij weten wat jij zei in het begin. Ik wil dus hulplijntjes hebben. Dat weten zij. De pagina's zelf worden daarvan afgeleid. Daarom heten die pagina ook 1 met een aatje er in de hoek. Ze zijn van de a stramin afgeleid. Dus zij weten, wij moeten... Die mama volgen die boven staat. Ja, die moederpagina hierboven. Dus dit is wat jij maakt met het nieuw commando. Met het nieuw commando en het uh, pagina-elementen of formaat Dat bepaalt dus hoe dit stramien gaat worden. En dat stramien maakt dan de 1, 2, 3, 4 pagina's. Maar je kan het dus ook inbreken. Ook trouwens, alles wat je op stramien zet, komt overal terug. Hè? Als ik op een ja, pak ik even een ander bestandje hier. Even die kale leger weer even pakken. Stel, ik stel op stramien, een stamin. Uh, een. Oh, volgens mij is dat een leuk geel kader. Ik moet dat geel kader overal hebben. Het moet hier staan. En het moet daar staan. Ja, kopietjes maken. dat is niet handig. De, ik ga geen kopietjes twintig keer maken. nu voor die 20 pagina's, 10 pagina's. Ik ga hem niet wegknippen. Ik ga hem voor mij wat vers maken op een stamin. Zodra je het op een stamin zet, komt het overal terug. Dus ook een pagina of een balkje. of een logootje. kun je overal zo neerzetten. Dus ik zal hier een klein balkje met een geel. Ziet er niet uit, maar het voor het idee des te beter misschien zelfs. Hier nog een kopietje naar de linkerkant. Dus ik heb een linker gezicht en een rechter gezicht voor de echte pagina's. Dat is dus het stramien gedeelte. Wat je daar neerzet, wat daar is ingesteld, geldt voor alle pagina's. Maar nu, die marge en kolommen. Deze stramienpagina heeft vanuit het nieuw commando meegekregen de indeling van marge en kolommen. Hier is het commando wat je eigenlijk hebt gedaan, stiekem, door dat nieuw commando te gebruiken. Daar staat dus inderdaad voor deze twee pagina's steeds 2 bij 10. Wil ik ze bijvoorbeeld hebben, nou, ik heb toch liever 3 bij 5. Blijkt later toch dat het wat, wat, wat meer gevuld moet zijn met iets krappere ruimte tussen. Dan doe je 3 bij 5. Of toch wat meer bovenwit. 30 of 40. Maar dan geldt het dus nu voor... Oh, het is wel heel veel. noem maar herstel. Uh, dus ik kan dat instellen bij Maas en kolommen Op de basisparen, stramienparen voor ze allemaal. Of, uitzondering. Stel ik wil maar één pagina of twee pagina's op deze pagina drie alleen maar een beetje afwijkend maken. Dan zorg ervoor dat je hier de pagina selecteert waarom het gaat. Als je dus met de stramien bezig bent, dan verander je het stramien. En daardoor dus alle pagina's. Als ik nee, ik wil op één pagina, want achter het boek kan de een lijst van de zie je. Ik verzin op de plekken. Eén pagina erbij, hoppakee. En dan moet er een lijst komen, die komt uit de basis. Je ziet dat er twee kolommen in staan met 10 mm. Dat wil ik nu even niet. Ik wil misschien wel vier kolommen met 5 mm. Zorg dat deze blauw is, geselecteerd. En misschien ben je er ook naar aan het kijken nu. Hè? Dat je, dat, je hebt er geselecteerd. Dan zeg je nu het commando: ik wil jou apart hebben. Marges en kolommen. En jij mag misschien wel vier worden met vijf ertussen. En dat geldt niet voor de anderen. Dus inbreken op deze parelen is een stamin. Dus je breekt dan in. Sterker nog, dat balkje wat daar staat, dat gele balkje, dat komt van de stamineparen daar, nog steeds. Dus de twee koloms heeft hij niet meer meegenomen. Ik heb ingebroken, zeg, dat wil ik anders. En ik wil hier ook op de laatste pagina geen geel balkje, ik wil een blauw balkje. Ja, ik kan klikken tot ik een ons weeg, maar ik krijg het niet te pakken. Twee toetsen. Ctrl-Shift op de windows. Klavertje-Shift met de nek. Dan kun je zeggen inbreken. Dan kan ik het lekker wel selecteren en zeggen: En jij bent nu even gewoon rood. Op alle pagina's moet die geel zijn, maar op deze is even rood. Dus dat is de grotere gedachte achter iets wat meer pagina's krijgt, wat meer ja, wisselingen moet hebben. Zodra je iets vier, vijf, vijf keer nodig hebt, dan is er een reden voor een goede structurele manier van denken nodig. Dus zo maak je een bestand met pagina's. Dus ook op deze, dat andere bestand van, uh, van uh, Lambert zijn mooie foldertje, heb ik ook gezegd, pagina 1 en 2 heb ik die twee koloms aangehouden. Je ziet een beetje dat daar die lijntjes nog staan, een beetje een leuke ruime indeling. Of voor pagina 2 vond ik het ook wel kunnen. Ik heb ze zelfs over de hele breedte getrokken af en toe, die teksten die inleidend zijn. En op pagina 3 en 4 werd het wat drukker. Dus ik heb 3 en 4 geselecteerd en toen gezegd van nou, die mogen wel een iets andere kolomdeling krijgen, anders dan de basis zou willen. Doe maar 3 bij 5 in plaats van 2 bij 10. Dus je ziet Commando's die in het nieuw commando zitten, met het nieuw commando, dit paneel wat hier aan de zijkant staat, zijn eigenlijk twee commando's uit het gewone InDesign later. Dus je kunt ze nog altijd terugpakken. Die marge en kolommen, die kun je nog instellen. Heb je de aflooprand vergeten? Kan je ook instellen. Je kan het hele formaat nog veranderen. Alles is wel erg heftig, het formaat veranderen. Dan moet je gaan kijken naar documentinstellingen. Documentinstellingen is de andere helft van de commando's in het nieuw commando. Dus als je denkt: van, oh, ik ben vergeten de aflooprand, nou, dan kun je het hier anders nog corrigeren. Of ja, ik wil toch liever niet naast elkaar, ze moeten onder elkaar. Dat is gevaarlijk, hoor, dan gaan dingen heel raar doen. Uh, het is een heel ander formaat aan het worden dan eigenlijk. Uh, dus je kunt altijd teruggrijpen op die cruciale dingen van het nieuw commando. De documentinstelling is één helft en de marge en kolommen is de andere helft van het nieuw commando. Dus dan kun je altijd ingrijpen of zelfs de master nog aanpassen voor ze allemaal in één keer. stramien, basispagina, het ding heeft veel namen gehad in de loop der jaren. Ik hoop dat die gedachte wel duidelijk is. Moet je dan zo dus van een ogenschijnlijk eenvoudig wit paginaatje, ja, vijf, en dat keer vier, hoe we dat dan leuk kunnen vullen met kaders. En dan moet je wat gevoel en wat smaak van hebben. Natuurlijk. De, uh, en de, daarom is Larmont een goede keramiekkunstenaar, maar nog geen ontwerper. Dus daarom dacht ik, ik ga hem helpen met een mooie folder. En dan kan hij misschien een beetje daar de kunst van afkijken. Dat zijn zo wat zaken. Ah, kijk, ik zie dat iemand op het iPad iets is tekenen op het scherm. Nee? iPad van Esther. Oh, er is dus iemand commentaar aan het geven. Dat kan. Ja, dan kan ik meekijken. Eerst uh, doe maar niet. <laughs> maar het ziet er wel leuk uit, die rode strepen. Is dat deel van het ontwerp? Of, uh... Nee, het is gewoon beeldscherm. Um... Goed, we zitten al... Het uit... is dus al uh, tien voor elf. We moeten dit deel afronden. Ik hoop dat het zo duidelijk is wat er gebeurd is. Ik heb zo meteen nog een paar handigheidjes, wat leuke dingen over uh, deze foto. Ja, Lammert weet dat. Die is niet van hem. Die foto heeft Lammert dus uh, helemaal niet uh, gemaakt. Dat is, een, uh, dat is een digitale kunstmatige intelligentiefoto. Gaan we straks naar kijken. En we gaan straks nog even een uitstapje doen van, oh ja, die ene foto hier, die is niet zo mooi. Die staat een beetje grover in. Die moet wat lichter worden. Die is te licht, die is te donker, die moet een beetje draaien. Dus we gaan even kijken hoe snel je kunt wisselen in dat uh, heen en weer klikken tussen die bestanden en de, en de programma's waar ze vandaan komen ja? maar eerst even kijken of er nog acute vragen zijn voor nu, voordat we dus even kort stop houden Teken. Ja, hoe kijken. zit het? <laughs> ja, is eerst nog een vraag over als je de pagina's, die heb je nu natuurlijk op, uh, hoe heet dat, uh, verticaal staand uh, aan elkaar gekoppeld maar stel mm -hmm. je wil ze in landscape modus um, Kun je ze dan ook via de lange zijde dus eigenlijk boven elkaar aan elkaar koppelen? Uh, nog een keer, want ik was even. <laughs> probeerde mee te rollen, maar, maar dat moet ik niet doen. Kun je in landscape modus Sorry. de pagina's via de lange zijde in plaats van korte zijde koppelen, zodat je de pagina's onder elkaar gekoppeld ziet? Onder elkaar gekoppeld ziet. Kun je landscape. En, en dan begrijp ik de vraag alsnog niet. Um, even kijken. Dus we zitten in design. We hebben nu staande pagina's en die zijn dus naast elkaar gekoppeld. Ja. Pagina paneeltje. Kijken. En als je dus liggende pagina's hebt, kun je ze dan ook boven elkaar koppelen, dat je dus eigenlijk de vouwzijde en de bovenzijde hebt. Uh, oh zo. Hier, uh, ja. Dat is een rare. Even mijn Annotate uitzetten, want ik zit in de Annotate Mode. Want ik was aan het kijken hoe dat. Nou, we terug naar de gewone muis. Ja, daar zit het wel in, inderdaad. Ja, dat kan, maar dan moet je dat hebben van het Parna-paneeltje. Waarschijnlijk wel iets maken dat zo gevouwen wordt, in zo'n leesboekje of een soort klapperformaat. Uh, dat kan, dan moet je hier aangeven hoe je je opties, geloof ik, voor je deelwensten wil hebben. Dat je ze dus niet, uh, stramine niet verticaal wilt tonen. Ik geloof deze hier. Even wilde gok. Oké. Okay. Nee, dat was hem niet. Uh, ik, ik zit in deze hoek. Even uit mijn hoofd. Paarnes was stamine, stamine. Waar... Uh, er is nog een andere functie die gaat de hele spread roteren voor een keer. Maar als het, hele, als het heel vaak. Toch zit het hier ergens, in deze hoek hoor. Grote, kleine, net als de miniaturenvenst, transparantie. Paarnes, bovenop. Nee. Waar je het ook mee kan doen sowieso, dat is dus... maar dat is nogmaals, dan wordt eigenlijk iedere spread een uitzondering... dat is hier aan de zijkant, uh, spread roteren. Zullen uh, zit dat ook wel weer, spret roteren, spread... oh god, dit, dit was, ik zoek hem iedere keer weer. Parallels weergeven, oh, oh hier, zit hier die ene. Oh, dat was hem die jij wilde. Ook niet helemaal geloof ik, dat is alleen maar dat ze zo komen nu. Nee, nog niet, nee, dat, nee, dat is niet... dat is wat ik het eerste zocht, maar wat het niet is dus weergeven, Dan moet je het echt hebben van die uitzondering die ik wil aangeven. Dat je dus zegt: Ik wil deze spread, maar ik eigenlijk alle spreads apart selecteren en aan de zijkant zeggen: uh, Spread roteren, spread roteren. Uh, daar. Pagina-kenmerken, spread. Ja, je moet er naar zoeken. Onthoud spread-weergave roteren. Of rotate spread. Ik wil hem dus deze dan nu linksom doen. Zo, oké. Okay. Als je nu daarheen gaat rollen, dan zie je ze dus nu zo liggen. Zie je? Je gebruikt dat eigenlijk incidenteel als je binnen één spread bijvoorbeeld even iets wil maken dat een soort kalender zo moet worden gehouden en de rest moet gewoon weer zo. Maar van jou zou je dus iedere spread zo kunnen zeggen, die is raar, ik leg hem dus verticaal. En dan ga je ook zo opmaken natuurlijk. Ja? Want nou, dan moet ik wel eens roteren. Dus het is handig als je dus niet de hele tijd zo behoeft te kijken. Nou, nou, moet ik zo kijken, maar jij gaat zo opmaken. Dus je moet je spreads roteren. Dus je icoontje ernaast komen dat je de spread geroteerd hebt. Oké? Okay? Ik hoop dat dat de vraag wel antwoord, anders zie ik het graag terug in de chat. We gaan even kort stop houden en we gaan uh, Esther haar rode streepjes weghalen. Moet ik even kijken hoe dat er weer ja, zit. <laughs> dan gaan we. <laughs> en, uh, gaan we even naar mij... kijken. Want anders moet ik gewoon even het, uh, de, de, het scherm stoppen en dan weer starten, denk ik. <laughs> denk ja. Ook. Als, nou, vijf uh, minuutjes en dan. Vijf uh, minuutjes. Gaan dan we zo verder uur weer verder met van start? Yes. Ja. tot, tot zo. Yes, laten we, we chat, weer uh, beginnen. Ja. De chat flink gekletst over en weer, dat een hele goede. <laughs> um, we gaan weer verder. Uh, ga er uh, was één vraagje van. Uh, dat, 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 dat neerzetten van zo'n grid en dan die tralies pakken, dat, dat ging een beetje snel. Dat doe ik nog even in slow motion. Ik zal het scherm even sharen. Uh, desktop 1, desktop 2, share. Oh, daar is hij weer. Um, dus op die pagina. Ik pak weer het andere bestand. Nou, Op deze bijvoorbeeld ga ik uh, weer uh, 16 vazen neerzetten. Waar ze vandaan komen maakt niet uit. Of je nou bestand gebruikt, bestand plaatsen. Of je dat commando gebruikt en dan die hele rij pakt. Van, doe maar vanaf de vaas 01 tot en met schaal nummer 5. En dan stelletje je erbij ook nog. Pak ze maar allemaal. Je kunt ze zo pakken. Oh ja, en die misschien niet met de klaver. het control doe de aarde toch liever niet. Dus, dus je kunt zo heel makkelijk al die dingen oppakken. En dus uh, zeggen: plaats ze maar nu in één keer. Dus zou ik nu normaal gesproken, uh, en, en nu ook uh, 13 dingen aan mijn uh, muis hebben hangen. Je ziet er ook een heel klein 13 bij staan. Dan ga je er 1, 2. Nee, daar heb je geen zin in natuurlijk. Herstel. Terwijl ik sleep met de ene, dan gaat het nogmaals, terwijl ik sleep. En dan wil je de eerste alvast goed neerzetten in zijn goede formaat, in zijn goede verhouding. Maar dat ga je dus eventjes <laughs> eventjes even, even, even veranderen. Door met de pijltjes toetsen, met je andere hand, linker of rechts, ik weet niet wat je bent, pak je dus nu met de pijltjes toetsen op je toetsenbord, dan zeg je, ik wel meer of minder kolommen. Meer of minder kolom. Zie je zo? Daar gaan ze. Of misschien zelfs uh, vier. En, en ook meer rijen. Pijltje omhoog. Ik heb nu dus drie. Ik hoop dat je ziet die hele dunne rij, lijntjes nu. Terwijl ik nog steeds de muis vast heb. En nu pas loslaat. Boom. Daar zijn ze. Oh, ik heb er nog zelfs eentje over. Nou, vooruit. Nummer 13. Daar is hij. Die acht, eentjes. Um, dat is dus de eerste handeling. De tweede handeling wat ik deed is dus ze allemaal, die twaalf hier. En die eentjes mogen lekker los. Met z'n allen pakken en zeggen: Ik ga jullie mooi vullend maken. Hullend maken. Dus allemaal het kader zo goed mogelijk vullen. Wat voor die duivers niet zo mooi uitkomt. Maar dan kan ik altijd nog een stukje schuiven. Met die ene een beetje, een beetje meer zo. Gezellig. En houd ze ook gevuld. Dat is belangrijk. Als ik daar ga trekken met die tralies. Dan krijgen de kaders een ander formaat. Maar de inhoud niet. En met deze zeg je dus. Houd de inhoud passend. Okay? Dus als ik nu die tralies ga pakken. Die. En ga er dus schuiven. Dan gaan ze nu dus met elkaar bewegen. Zie je? Allemaal tegelijk. Wil je eentje apart. Shift-toets indrukken. Dan gaan nu alleen die twee bovenaan. De, de tralie van die twee gaat nu apart. Of alleen die twee eventjes een beetje anders pakken. Terwijl de rest van de tralie weer wel gaat. Dus die twee weer wel. Dus zo kun je die tralies een beetje oppakken. Wil je die tralies trouwens dichterbij of breder of smaller hebben? Moet je de control op de klavertoets indrukken. maak je ze dichter bij elkaar of meer open. Trouwens, de ruimte waarmee die meteen begint bij dat rekken, bij dat neerzetten, kreeg je al een bepaalde ruimte ertussen. Hè? Uh, Gein van de Smit, dat is niet helemaal toevallig. De tussenruimte van je huidige marge- en kolommeninstelling. Dus ik kreeg dus nu die. 5 mm, oh, van de basisbaan. Hij ja, kreeg nu dus deze ruimte, krijgt hij dus nu mee. Van 5 mm had hij moeten doen. Waarom niet? Is het 5? Misschien is het wel 5 mm. Dus de marge-ruimte, tussenruimte voor de kolommen en marge, dat gebruikte hij initieel om daarmee dus die tralies te maken. Op dat formaat. Oké? Okay? Goed. Uh, dat even over dat uh, schuiven trekken duwen met dat grid wat daarin zit. Erg een mooie functie vind ik zelf. Je kunt toch een beetje wat sneller een soort nonchalantere opmaak ermee maken. Ik ga naar pagina 1 kijken. Daar staat iets bijzonders. Nou, ik ga eerst even naar pagina... Ja, zometeen een bruggetje anders. Uh, ik ga even naar pagina 3. Hier zelfs, geloof ik. Oh, niet hier andere bestand. Die, dan staat hier... Hier staan dus die potten en vazen en schalen. En dan vind ik deze is veel te donker. Die moet anders. Als je een beeld geplaatst hebt... En alle beelden die je geplaatst hebt, kun je ook zien in het paneeltje koppelingen. Venster koppelingen. Dan zie je hier die koppelingen erin staan. Die je nu erin hebt. Dus dit zijn de beelden die je al hebt erin staan. Dus een hele lijst van beelden zit er dus nu in de bestand. Hier zie je een hele lijst. Dit zijn dus alle gekoppelde bestanden. Plaatjes. Ze worden gekoppeld. Hè? Ze gaan niet in InDesign. Ze worden gekoppeld eraan. Je moet ze ook allemaal straks meenemen in een pakketje. Uh, dat is allemaal samen mee. Dan kun je een pakket van maken. Dan zal dit allemaal bij elkaar harken. En één grote nieuwe map van maken met allemaal kopietjes van diezelfde bestanden. Dus heb je alles bij elkaar in een mapje. Maar dat is voor straks, voor het afwerken. Maar tijdens het werken nu erin, denk ik van ja, ik wil toch eigenlijk die ene een beetje anders kleurtje geven. Een beetje donker, die is een beetje donker, die te licht. Moet je een beetje draaien, andere verhouding. Ik wil deze bijvoorbeeld, die wil ik wat uh, donkerder maken. Dat is een beetje te overbelicht. Kan ik dat nog ietsje corrigeren? Dat kan. Ik kan op het uh, uh, potloodje hier klikken. Dan ga je het origineel bewerken. En als je computer goed weet welk programma bij welk bestand hoort, want dat gaat wel eens mis. Dan zal hij waarschijnlijk deze JPEG met Photoshop gaan openen. Dat heb ik op mijn machine ingesteld. Bij info kun je het aangeven. Voor je systeem, niet voor InDesign of voor Photoshop. Voor je systeem zeg je: ik wil JPEGs openen met Photoshop vanaf nu. Dan weet InDesign dat ook. Als ik een potloodje aanklik, dan zegt hij: hé hey systeem, wie moet deze openen? Photoshop. Daar, daar, daar is hij. Dus ik kan nu zeggen ja, en ik ga geen cursus Photoshop doen, maar ik ga nu snel even zeggen: eh, niveaus, om andere niveaus. Die mag wel wat donkerder, wat meer, wat meer eh, ruimte maken voor donkere tinten in plaats van ruimte voor lichte tinten. Dan schuif ik die grijs een beetje, wat meer ruimte voor donkere tinten. Zo. Zie je toch wat meer in de sfeer van de rest. En niet zo heel fel, beetje, beetje licht eruit halen. Zo. Dus zo maken we wat beter, en hiermee maken we wat slechter met die onderste balk. Maar nogmaals: Photoshop, andere keer, andere sessie. Maar zo heb ik het dus nu aangepast. Ik zeg oké. Okay. Save en sluit, omdat ik hem nu al sluit. Oh, hij wil JPEG bewaren. Ja, dat is goed. Oké. Okay. Omdat hij nu afgesloten wordt en omdat InDesign degene was die erom vroeg, zal hij meteen in InDesign ook de nieuwe versie neerzetten. De donkere versie. Zou ik hem zelf hebben geopend, krijg je een waarschuwing van ja, er heeft iemand, jij ja, waarschijnlijk, de bestand geopend. Vind je dat goed dat die verandert? Dus als ik buiten, foto, buiten InDesign om zelf open zou trekken in Bridge... Dus zeg ik van ja, Brits, ik wil even die foto weer anders maken. Ik moet toch nog een beetje roteren misschien. Klik hem open vanuit de bridge. Dan weet InDesign dat niet. Dan kan ik hem gaan roteren toch een beetje meer zo. Misschien een beetje scheef zetten. Zo. Ja, ietsje kleiner nu. Want hij valt buiten de randjes. Ik heb het knopje verkeerd staan, zie ik. Oké. Okay. Dus dan is Brits degene, of ik degene die het nu doet, safe en sluit. Dan krijg je een waarschuwing in InDesign van, ja, uh, er is iets gebeurd door iemand, niet door InDesign. Dus dan moet jij even akkoord geven. Ja hoor, is goed. Klik, klik en is het goed. Ja? Dus zo kun je snel even ingrijpen. Deze is niet leuk, even een photoshop plaagje hier dit. Het kan ook vrij snel trouwens. Hè? Ik hoef niet per se op het te klikken hier. Als je het weet, als je van toetsen houdt, alt toets, optie toets inklikken op je toetsenbord. En dan twee keer klikken. Klik, klik, doet hij het meteen. Schildert weer een paneeltje een knopje in een potloodje. Dus deze moet ook gaan draaien. Ik ga deze nu even zo draaien. Maar ja, als ik hem nou draai, ik wil hem wat rechter zetten. Ja, dan valt hij een beetje uit zijn kader. En ik zou het kader sowieso een beetje groter maken, zodat er wat lucht boven zit. Landert heeft deze een beetje krap gefotografeerd. Ik wil iets meer ruimte erboven hebben, zo. Maar ja, dat zit er nu niet in. Knopje in in design. Oh, sorry, een Photoshop. Inhoud behouden, content aware. Vul die rand met inhoud, zoals je ook rotoes doet. Van, als ik dat wil doen, oké, okay, hup. Maak het vullend, denk erover na, nou, dan waakt hij de randjes wel even af voor je en safe en sluit. Dus zo kunnen we heel snel die plaatjes oppikken, bijschaven, beter maken, reduceren, wat jij allemaal wil. Ja. En dat gaat dus met één klik, met de alt toets in één keer, of met het knopje, potloodje daar netjes, of met rechter kan ook openen met of bewerken met vele wegen naar Rome, maar allemaal om snel even heen en weer te gaan. Zo kun je snel dus iets veranderen. Um, in Photoshop. Of als een Illustrator ding is, dit is een Illustrator gemaakt, klik klik, dan zit ik in Illustrator. Hier komt de Illustrator. Oh, dat is een PDF geworden uiteindelijk. Dus hij gaat meteen naar een programma die er iets, uh, iets mee kan doen en komt er weer terug in InDesign. Zo gaat het, oké? Okay. Um, op de voorpagina staat een bijzonder geval. Een hele andere rare foto. Nou ja, en in Brits heb ik nog. Ik doe even een aanloopje nemen. <laughs> ik stel het weer even uit. Ja, ik heb uitstelgedrag hier. Uh, ik heb ook tussen een foto hier van een van, van atelier, heb ik erbij zitten, van hoe uh, Lambert in zijn atelier zit. Veel mensen uh, ja, die weten onderhand heus wel dat je met beelden maakt het lekkerder. Beelden zijn de smaakmakers, ook de zwaarmakers van je bestand. Ze worden zware bestanden, zeker voor het web. Maar op papier maakt dat niet uit. Niemand zal zeggen: Oh, dat is een zware foto. met dat, dat blad gebruiken. Oeh, dat is een zware foto. Maakt niet uit. Dus het zijn mooie beelden, die worden geprint en dan zit het allemaal keurig om te zien. Dus beelden zijn echt lekker om te gebruiken. Uh, maar soms heb je geen toepasselijke beelden. Ik heb een foto van zijn Atelier. Dan denk ik: Ja, ik wil toch nog misschien een foto met, een, met een, een pottenbakker die iets zit te kneden. Of zo'n draaischrijf. Zijn er nog andere foto's, zonder daar een fotograaf voor op, op uit te sturen? Ja, fotograaf sorry, ik ga toch zeggen. Uh, en dan moeten jullie gewoon de betere foto's maken, zeg maar. Ja, er zijn steeds meer gratis foto's van een tweetal partijen. En dan komen ze nog wel meer. En die heten misschien ken je ze al, Unsplash. Unsplash. Dat is een soort platform waar dus honderdduizenden fotografen zeggen: die foto's mag iedereen hebben. Hier pak maar van mij, mag je gewoon hebben. Dus eigenlijk gratis stokfoto's. Wat pak maar. Je hoeft alleen maar credits te geven. Zeggen van ja, met de groeten van Marjan. In de, in de colofon of onderaan in een hoekje. Uh, en soms wordt het vergeten ook en dan ligt het ook niet van wakker. Als je het leuk vindt, doe je dat natuurlijk wel. Als je aardig bent, doe je het ook. Maar dat zijn die stokfoto's nou, van iedereen die ze gratis weggeeft. Dus ik denk, ik wil dus even gaan kijken naar uh, uh, clay pottery. Workshop. Ik typ wat trefwoorden. Dus klei, uh, pottenbakkerij, workshop. Nou, dan komen er foto's hier. Niet hierop klikken. Dit zijn advertenties van de echte stokbureaus. Ja, die weten ook dat iedereen daar kijkt. Dus dit zijn weer die betaalde stokfoto's van iStock. Die heeft dat een beetje opgekocht, dat, dat Unsplash. Ze kunnen niet voorkomen dat deze foto's gratis blijven. En ze blijven het nog aanbieden. Maar ze hebben wel een prachtige plek om hun eigen shit te adverteren. Laten we wel zijn. Dus dat is uh, een heel slim bedacht. Uh, maar goed, dit zijn gratis foto's. Wil je hebben deze van Courtney Cook? Of wil je misschien uh, uh, deze hier? Vind je die mooi? Deze. Ja, Lambert zegt dat kan ik beter. Maar zo'n zo handelende foto dat is natuurlijk wel leuk. Een beetje sfeervolle foto. Dit bijvoorbeeld. Dat is niet bij Hallambert. Nee, dat is niet wel. Dus pak wat je nodig hebt. Als je ze aanklikt, zeg je, die wil ik hebben. Nou, download hem maar. Download klopt. Niet eens account aanmaken. Als je account aanmaakt dan. Dan, dan kun je wat handigheidjes nog extra krijgen. Maar op zich is het allemaal gewoon gratis te krijgen. En het zijn grote foto's hoor. 5000 bij 6000 pixels en zo. Echt geen lage resolutie. Gewoon goede, mooie foto's. Er zit een beetje curatie overheen. Want mensen toch wel aan de grensie van de poort van Een beetje kijken we ja, aan. Maar wel heel eh, veel technisch goed zijn de foto's. Dus geen te vage of te lillijke foto's. niet vage of lillijk bedoeld zijn. Ja? Dus maak er gebruik van. Een splash is er één. Pexels is een andere. Pexels.com. Zelfde laag een pak. ander merk. Hoe kun je nou eigenlijk concurreren met gratis dingen? Maar ja, ze doen het. Pexels ook eentje. Is nog niet opgekocht door een stokbureau. Dus je hebt nog geen reclame van stokfoto's. Dus zo kun je foto's gewoon zoeken en pakken ja, wat jij mooi vindt. Een paar trefwoorden intikken. Ik zit in Utrecht vandaag. Utrecht Tower. Pas van een paar domtorens. Ja, oh, daar is hij, de domtoren. Uh, een splash heeft er al meer, geloof ik. Enfin. En wat ook kan, en dat is wel heel griezelig, dat is iets nieuws, en dat ga ik niet helemaal uitgebreid demonstreren, want het kostte veel tijd, ik wil toch nog wat andere dingen beantwoorden, maar het is iets waar ik de afgelopen week voor ben geschrokken. Er zijn een drietal partijen, en er komen er wel meer, die gaan met kunstmatige intelligentie foto's voor je maken. We zien al een Photoshop, dat als je zegt ik wil iemand laten lachen, dat Adobe iemand zijn mond open doet en dat tandjes inzet. Now you ain't seen nothing yet. Um, er zijn partijen zoals uh, uh, Midjourney en DALI. en uh, uh, nog een andere partij. Die hebben dus kunstmatige software. die van alle beelden van het internet. nieuwe beelden maakt voor jou op verzoek. Um, ik heb daarvoor een, een voorbeeldje hier in de map staan. Hier zie je dat. Ik heb ingetikt bij Midjourney. Geef mij keramische vazen. Ja, dat is een beetje klein nu. Geef mij keramische vazen met wolken in de achtergrond. Nou, eentje was goed. Ik had moeten zeggen, nou, een Ik moet zeggen met blauwe wolken. Of met een blue sky. Misschien ook met een schaap erbij. Je tikt wat. Wat trefwoorden in. En dan gaat dat voor je rollen. Ik ga het niet live demonstreren. Want het is ook een beetje gedoe. Want het is allemaal een beetje prematuur. Dat zijn hele mooie tactieken, technieken en platformen. Midjourney heet die dus. Je moet even naar de website kijken. dat je even een, een indruk krijgt. Je moet daarvoor wel een account maken bij Discord. Dat is een hevige techneutenhoek. Nou ja, ook games. Mensen zitten even met games te spelen. Allemaal die dat met scripts en zo werken. Maar er is doorheen te, te komen. Als ik het snap, dan snap jullie het ook wel. Midjourney.com. Ja, het ziet er heel eerlijk uit. <laughs> maar dan ga je dus uh, inloggen bij, uh, bij Discord. En dan mag je dus trefwoorden intikken in een wensetje En dan komt er dus een plaatje uitrollen. En dan zeg ik, nou, ik vind die, die, die. Of doe die maar groter. Dan krijg je die gewoon. Dus zo heb ik dus met Midjourney gezegd: doe maar iets klein met paars en, en wolken. En keramisch. En toen kwam er dus dit uitrollen. Wat je op de voorkant nu van mijn folder ziet. Nou, Lammersen folder dan. Daar is hij. En dat is niet slecht. En dan komen de gekste beelden uitrollen hoor. Je kunt er hele surrealistische beelden mee maken, of realistische beelden. Het is idioot wat daar gebeurt. Dus foto's worden gemaakt voor ons. Dat is even een raar kantje van deze presentatie. Dus, dus uh, niet alleen uh, gratis stokfoto's, maar ook foto's gewoon laten maken. Um, Ga maar een keertje kijken daar. Het is echt uh, griezelig bijna. Griezelig in positieve zin. Er waren nog andere vragen. We gaan even kijken. Dit even Heiden. Deze even Heiden. Deze even Heiden. En dit ook even Heiden. De vragenlijst. Waar is de vragenlijst? Tot zover, de volgende van lammet. Misschien dat ik hem gebruik voor wat andere vragen die nog gesteld zijn. Uh, bureaublad. Nee, de vragenlijst voor vandaag. Hallo. Waar is het mapje? Oh, daar is het mapje. De vragenlijst. Dus de vraag die bovenaan stond uh, met de groeten van Lammert, uh, mag ik leren hoe je een folletje moet maken? Nou Albert. ik heb het foldertje voor je klaarstaan. <laughs> Misschien dat we straks even... Ik ga je nog wel proberen te bereiken als je niet in de chat bent geweest, maar komt goed. Ik ga je even daarmee helpen. Vrij uniek hè, dit is vrij uniek. En ik reken er ook niks voor. Niet lang hè. Um, Sandra zegt: Leuk dat je de klas aanbiedt. Uh, starten bij het begin. Ja, we zijn vanaf het begin gestart, zoals je hebt gemerkt. Maar we gaan ook jouw vraag beantwoorden. We gaan ook nu deep diven. Dus de beginners mogen nu eigenlijk wel zeggen: Het is mooi geweest, misschien. Um, maar een vraag die Sandra dus heeft: van, Kan ik de kleuren die ik heb in één bestand inlaad naar een nieuw document? Ja, dat kan op een makkelijke manier, op een luie manier dus. En het kan op een wat slimmere, nettere manier. Ik doe ze alle twee. Stel, ik heb dus een leuke kleur aangemaakt in, de, nou, in die bosjele van. lammer. daar is hij weer. We blijven er even in. Even wat opruimen hier, mijn paard wat opruimen. Dus ik heb hier in mijn staalkaartpaneel stalen. Je kent het paneel waarschijnlijk wel, onder het kleurenvenstertje. Venster, kleuren, stalen. Swatches in het Engels, daar is hij. Heb ik dus één kleur standaard gemaakt. Stel ik wil nog een kleur standaard maken. Goh, ik vind uh, dat van dit bruin van de uil ook wel leuk. Als een contrastkleur of een accentkleur. Dat bruin wil ik ook vaker hebben. Zet hem er maar in en dan heb je nog een kleur erbij. En zo maak ik nog meer oud. Die nog in een, in een tintje ook. Misschien ook in een 5% zo. Die tint wil ik ook vaker hebben. En dat paars wil ik ook vaker hebben. Dat gebruik ik hier een paar keer. Bijvoorbeeld dit uh, tintje. Uh, deze is een tint. 25%. Daar wil ik ook eentje van maken. Dus je kunt al die kleuren kun je dus zo hierin krijgen. Je kunt zelfs zeggen: al die andere kleuren, mogen wat mij betreft, eruit. Ruim op, alle ongebruikte eruit gooien. Weg ermee. Mogen die weg? Ja, die nee, doe maar niet. Laat maar even staan. Dus ik kan zo om een kleurenstaalpaneel, dus, uh, waar ik de vaste kleuren gebruik, kan ik dus zo... Um, uh, ja, iemand klaagt RGB. Ja, gewoon RGB. Door goede kleurprofielen en goede kleuromzetting worden dat de, de kleuren die minstens mogelijk zijn voor drukwerk. Het zal niet zo vettig zijn, dat paars, als je op een scherm ziet. Maar het wordt zo goed mogelijk door een drukkerij, als drukwerkdeal, wordt dus uitgevoerd. Uh, dus gewoon RGB kleuren. Als je maar een goed profiel gebruikt bij het uitvoeren. Um, Poga, 39 geloof ik, uit mijn hoofd. Femke die zet het in de chat. Uh, waar de link staat, over het hele verhaal. Terug naar mijn verhaal. Dus die kleuren. En terug naar Sander haar vraag. Hoe kan ik nou in een nieuw bestand, in dat bestand wat ik hiernaast heb staan, dit lillijke ding, dan heb ik de kleuren niet. Dan moet ik dat geel weer pakken. Ik wil deze dingen dus mooi. Die en die wil ik ook paars maken. En dan staat hier geen paars bij. Je staalkaart hoort dus bij het bestand. Bij dit bestand zit dus een de standaard staalkaart, waarmee hij ooit begon, in design geboren is, zeg maar. En bij deze heb ik al meer kleuren, misschien zelfs een paar weggegooid. Hoe kan ik nou dat over en weer slepen. Nou, het woord zegt wel, het is bijna slepen. Uh, nou, kopiëren. Stel ik dat het balkje leuk vind, zeg kopieer. Ik ga naar het andere bestand. En ik doe nou plak. Terwijl ik plak doe, let op het stalen plop, dan komt die kleur gewoon mee. Dus pak iets wat je al hebt in die kleur, dan neemt hij de kleur mee, gooi het ding vervolgens weg. Heb je niet meer nodig, dan blijft de kleur mooi staan. Dit is de luie, makkelijke methode. Andere nettere methoden, als er meer kleuren zijn, ook de kleur die je nog niet gebruikt hebt misschien, dan zeg ik: ik ga dus deze staalkaart als een stalen bestand opslaan. Dat wordt een ASE-bestandje. Dus ik ga de stalen als een bestandje opslaan. Heb ik nou eentje of heb ik nou meer? Ik doe ze even met een paar tegelijk, dan zie ik meteen wat het resultaat is. Die en die, dat zijn mijn speciale kleuren. Of doet hij toch alles? Dat weet ik even niet. Uh, ja, er zitten nog gemengde inkt bij, daar dus heb ik geen last van. Oké, okay, geen rariteiten. Uh, dit zijn mijn stalen uit Stien. Ook oh, kan bijna poëzie worden. Dan kan ik een ander bestand, dus een bestandje. Kijk, hier staat het ergens. Even zoeken. Waar zijn mijn stalen? Stalen uit Stien. Even zoeken hoor. Stalen. Waar zit er? Oh, in een, hij is ergens een mapje terechtgekomen. O jee o jee oh jee. Nou, uh, dat mapje weet ik nu even niet. Um, ja. Geboorteplaats, geboortenaam, dat weet je niet, hè? Geboortennaam is Steam. Maar dan ga ik hem niet weer oproepen. Stalen Waarschijnlijk pakt hij dezelfde map, hopelijk. Ik zat op de map. Oh, de map van Steens. Nou ja, des te beter. Hij stond daar. Openen maar. Het is een ASE. Adobe Swatch Exchange staat dat voor. Ja, ik hou altijd van afkort om te weten wat het is. Dat verklaart het namelijk: Adobe Swatch Exchange. Illustrator, Photoshop, InDesign, de snap hem allemaal. Ja, illustreert nog een paar andere erbij. Die kan patronen maken, maar ASE snappen ze allemaal. En openen maar. Nou, daar zijn ze. Zie je? Er komt dus die ene kleur, komt dus één. Ik had dan meer, dacht ik. Nou, een aantal van de kleur komt nu binnen. Dus dat is de methode waarop je dus stalen over kunt halen uit een ander bestand. Dus gewoon kopiëren en plakken, of met het stalen laden, of stalen opslaan en stalen laden. Ja? En de derde methode, maar dan moet je dus in de cloud gaan werken. Als je het prettig vindt met je collega's eventueel. Dus je pakt de cc libraries erbij. Dan ga je de kleuren dus in een project zetten. Maar daarover hebben we al eerder een sessie gedaan. Dan gaan we misschien nog een keer een sessie doen. Kijk even na in de drukwerkdeelbak van alle video's. Naar dat verhaal over Adobe Creative Cloud. Diensten of services geloof ik. Want dat hebben we een keertje behandeld wat hier allemaal gebeurt. Ja? Want daar kun je ook stalen in zetten. Bijvoorbeeld uh, de stalen van seats en sofas. Oh, een, een iets blauws, iets blacks, een iets grijs tinten hier. En wat gele kleuren om te testen waarschijnlijk. Zo letterlijk is de huisstelling ook weer niet. Uh, dus zo kun je daarmee omgaan. Ja. Dus drie manieren om dus kleuren op te staan. Twee die met je bestanden te maken hebben. En eentje die in de cloud gaan hangen. Waar je het overal kan gebruiken in alle programma's. Meteen. Dus dat was de vraag van Sandra. Ik ga nog even kijken wat nog een vraag is hier op de lijst. Welk formaat heb je nodig voor een banner of een ansichtkaart? Met iemand het standaard formaat van een ansichtkaart in een design? Ansichtkaart, ja. 10 bij 15? Ja, soms weer groter, soms weer staan. Dat weet ik niet. Maar het moet handzaam waarschijnlijk zijn. Of het wordt zo'n... 50 jaar Abraham-kaart. Ja, wat is een Ja, Kijk de postregels na. Als je het bij post gaat sturen, moet het in de brievenbus passen. Wat is daar het maximale formaat van? Wat is een gangbaar formaat? Wat is de, de portokost als je het gaat versturen met zo'n dikke grote envelop? Uh, allemaal dingen die meetellen. Dus dat is geen standaard formaat van ansichtkaarten. Uh, dat er soms geen formaat uh, advertenties is. Zelfs visitekaartjes, die mogen ook allemaal te hebben. Al zitten we wel met visitekaartjes. Heel erg standaard, onderhand op 85 bij 55. Want dat is net zo groot als een creditcard en pas in je portemonnee. Dus er zijn weinig standaarden wat dat betreft. In andere landen, andere cultuur. Dat is misschien wel een ander gevoel voor andere maatvoeringen. Voor een andere verhoudingen. Dat kan. Amerika's standaard papierformaat is US letter. Dat is breder en, en korter dan een a A4-tje. Ja, zo groeit dat in zo'n regio. Dus dat weet ik niet. Dus standaardformaten voor andere kaarten niet. Voor banners. Doe je dan banners voor op een website, banners voor, op een, uh, voor een blad zo ergens hier achterop of zo? Of banners voor uh, aan een stijger van een groot huis, van een gevel. Ook daar zijn geen standaardformaten voor. Dus er zijn weinig standaardformaten. Als het gaat om online advertenties, dan denk van ik ga een leuke advertentie maken van mijn pagina hier. Uh, van, nou, niet van die. Maar stel dus, ik wil graag hier een social post van maken. En ze moeten een jpegje aanleveren dat het mooi eruit ziet. Dan kun je uiteraard vanuit bestand zeggen exporteren maar de hap. Dan gaat hij dus nu met pixels werken. Maak er maar een leuke social post voor. Social post. Ja, maar ja, wat voor formaat is dan weer de vraag? Hè? Uh, dan gaat hij hier dus nu het formaat aangeven. Oh, ook een PDF gedaan. Sorry, sorry, sorry. Uh, exporteren. Even een ander knopje hier. Ik wil geen PDF, ik wil een jpegje. En dan mag je gewoon uh, een aantal, uh, de resolutie aangeven. Het aantal pixels weet hij al, maar de resolutie kan de pixels nog wat verhogen als het nodig is. Ja, nou, dan krijg je dit dialoogvenstertje. Tja, wil je 72 of toch iets meer resolutie erin hebben zitten? Ja. Dus, en ook daarvoor staat het formaat niet vast voor een banner. Is een banner dus breed en smal? Hoe breed en hoe smal is het dan? Er is één partij die dat een beetje voor veel advertentieboeren in de gaten houdt. Dat is de Internet, uh, de Internet Advertising Board, IAB. Als, er, als een partij, een, een, een uitgeverij, zoals DPG of van de Telegraaf en al die kranten, weten ze het daar Mediahuis, die, wat, die houden zeggen, we houden ons aan een paar standaardformaten van de Internet Advertising Board, IAB. Standard. Maar dan heb ik het puur over digitaal en pixels. In deze website, de to IAB stands for publishers. En dan staat dat daar wat voor formaten. Daar komen ook die namen vandaan met de formaten erbij. Dus even zoeken naar de. Daar, daarom heet ik die dingen dan ook zo. Even doorrollen. Dit is hem niet. Jawel, daar zijn ze: een uh, smartphone banner. Dat heeft te maken met de adverteerders. Adverteerders willen niet voor iedere soort website... die iets ruimte heeft van advertentie... weer een ander formaat hoeven maken. Dus eigenlijk is het zo dat degene die ruimte heeft... zoals nu.nl of een NOS, of nou, NOS niet... of andere, of kranten die online gaan... Die zeggen, we hebben dus een paar advertenties nodig... en dan worden dus adverteerders gevraagd... van maak deze formaten... want onze advertentieruimtes maken daar gebruik van... bij al die uitgeverijen. Dus daar hebben ze enigszins ja, een soort standaard van kunnen maken. Maar ook dat is maar een getal dat weer veranderd kan worden. Ja? Dus helaas, geen standaardformaten. Digitaal wordt alleen maar erger dan papier, zeg maar. Ja? Oké? Okay? Goed, dus dat over de vraag. Zijn er standaardformaten voor banners en voor aanzichtkaarten? Uh, een teleurstellend antwoord, ik geef het toe, maar het is helaas zo. Uh, misschien ook bevrijdend, dat kan ook zijn. Hè? Dit is een, uh, oh, dit is een lekkere. Oeh, gaan we daar nog tijd voor maken? Ja. Um, hoi Peter. Hi. Hoe kun je een, in een boek de kopteksten automatisch genereren met een linkerpaar hoofdstuk 1 en dan de titel van het hoofdstuk daarin. Ja, dat noemen ze een lopende kopregel. Het hoofdstuk heeft of het, uh, uh, de techniek daarvoor heeft uh, veel uitleg nodig. Nou, veel uitleg. Het zijn een hoop stappen. Ze We zijn wel duidelijk. Een heel mooi, heel elegante stap. Maar het begint, en ik raad je aan om dan een keertje naar te gaan kijken. Of. Uh, ik wilde wel een maatwerksessie een keertje aanwijden. <laughs> of een keertje de helft was gaan nakijken. Maar het zit in deze hoek hier. Um, als ik een bestand heb. En ik was. Ach, oh, zie je. In de pauze even iets anders zitten nakijken met de chats. En dan heb ik vergeten dat voorbeeld klaar te zetten. Want die vraag die, uh, wilde ik maar even voorbereiden. Maar ik moet een bestand hebben met stijlen. Heel veel stijlen. Heb ik een bestand met stijlen? Ja. Ik zal even gaan zoeken naar een boek van. Um, ja, ik ga toch even kijken naar een grote map met uh, bestanden. Even zoeken. Dan ga ik zoeken bij uh, Barbara. Even haar voorbeeld pakken. Oh, dat, mag ik dat tonen? Ja, dat mag ik wel tonen. Het is, een, het is onder ons en zonder drukwerk, mensen. Hè? Dat mag best. Ze hebben hier een organisatiemap. Laat ik niet, niet alles even zien. Hier zit er een InDesign bestand. Ja, daar kan ik het redelijk in laten zien. Ik heb er een. Uh, ja, daar komt ie. Ja, plaatjes missen. Prima. Ik heb er een heel groot boek van iemand. Uh, en die wil dus graag, ja nou, daar hebben we. Hè? Die wil dus graag boven iedere pagina, dat daar dus de regel komt te staan, de tekst, en een cijfer misschien nog een uitgave, zoveel. Maar er is een variabele tekst steeds bovenaan nodig, die dan moet veranderen per hoofdstuk. En je wil niet in ieder hoofdstuk een nieuwe basispagina gaan zitten maken. Laat staan dat je voor ieder hoofdstuk een nieuw bestand gaat maken. Dat zou nog helemaal moeilijk zijn. Misschien een boekbestand, maar zelfs dat hoeft niet eens. Je kunt daarvoor een uh, lopende kopregel maken. Je moet het zoeken in deze hoek. Bij de variabele teksten zit dat, geloof ik. Tekst, uh, tekstvariabelen. Gaat definiëren. Een lopende, doorlopende koptekst. Daar zit hij. Precies wat jij noemt. Doorlopend. Dat die door gaat lopen. En dan ik maak de koptekst bovenaan, waarschijnlijk komt er zo'n regeltje. En hoe werkt dat dan? Zal ik zal even bewerken. Dan zeg ik: Ik wil dus graag een stukje tekst in een kadertje hebben, bovenaan op de basispagina waarschijnlijk, overal daardoor. En daar wil ik in hebben, van de stijlen, daar komen de stijlen boven water, van de kophoofdstuk, wil ik die teksten gebruiken. Misschien moet er ook iets voor staan, bijvoorbeeld van uh, uitgave 15, een uh, iets langer streepje, en dan moet die komen, en misschien dan nog een, een punt erachter. Omdat er in de koptitel misschien geen punt zit. Nou, doe je een puntraad. Is er wat net uit boven de balk. Dus je kunt het helemaal aankleden en definiëren. Dat hij dus de stijl volgt. Dus als er in, een, in dat boek zes hoofdstukken zijn. En ieder hoofdstuk krijgt even een iets andere titel met de stijl kop hoofdstuk, Dan is dat de tekst die op de pagina staat. Wat bovenin in deze wordt, wordt gezet. Ja, het is een, een mooi spinnenwebje. Dus ik heb het nu gedefinieerd doorlopende lopende koptekst gereed. Dus ik ga naar de hiervan. Basispagina. Van. Dus dan A, ja. En daar staat, hij ze heeft het goed gedaan. <laughs> zeg, maar geluisterd. Daar staat dus een doorlopende koptekst. Dus ik zal hem een keertje invoegen, dan zie je ook hoe het invoegen gaat. Dus een soort blokje zit eromheen, zal nog een in keer induiken. Dus op de basispagina van deze pagina staat uitgave 15, heb ik net gemaakt, en de doorlopende koptekst. En die, gaan, die kan ik dus weghalen, zeggen nee, die haal ik niet weg, ga nu invoegen. Ik heb hem gedefinieerd. Dus nu ga ik de tekstvariabelen invoegen, die doorlopende koptekst. Dus hier heb ik hem gedefinieerd. Welke stijl gebruik ik? Een stukje tekst ervoor, een stukje tekst erachter en zo. En dan ga ik nu de variabelen invoegen. Het is puur de tekst, niet de, niet de visuele stijl. Het is puur de structuur van die tekst en daarvan de tekst van. Dan komt die daar te staan. Dus op de echte pagina wordt dat dus uitgave 15, streepje. En dan de titel van het laatste hoofdstuk wat is geweest. Ja? En als er een nieuw hoofdstuk komt, dan verandert die mee op die pagina. Kijk hoe het dus nu in de praktijk werkt. Terug naar de pagina. Naar 15 of zo. Wat is de community? Dan nou hoop ik dat er verder op een nieuw hoofdstuk gaat komen. Wat is de community? Kan even duren hoor, een nieuw hoofdstuk. Even zoeken hoor. De 1, 2. Dan heb je natuurlijk dat het nu heel lang gaat duren. Daar heb ik altijd pech mee. Hè? Als denk ik, uh, ik rol even, dan wordt het laat. Oh, hier komt een hoofdstuk, geloof ik. Organize, organizing communities. Organizing community. Community, er komt een nieuwe nieuwe trends. Ja, Staat daar. Ja. Waarschijnlijk, oh, kijk op deze tekst. Dit is die stijl. 11. Dit is die stijl kop hoofdstuk. En die tekst die in die stijl zit, wordt dus nu daar bovenin gezet. Als hebben hier nog iets anders die iets korter houdt. Of de, met de hand bijgezet van het eerste parel, maar dan gaat het lopen. Uitgaat van 15. Community, community dan klopt hij. En daar weer totdat er een nieuw hoogstuk komt. Ja. En er komt weer een andere. Dus het kan gaan werken, maar je moet wel een hoop dingen aan elkaar knopen. Je moet stijlen hebben. Je moet stijlen netjes hebben uitgevoerd. Je moet stijlen goed hebben toegepast. Je moet dus een, een, een stijl hebben voor de, kop van een, voor de titel van een hoofdstuk. En dan kan InDesign die gaan gebruiken als textuele invoer. voor dat daarboven in een doorlopende kopregel. Ja. Knoop de draden van het spinnenweb aan elkaar. Onthoud de term, zoek daarbij bij de Adobe Help Files, want het gaat echt goed werken. Het kost even tijd, zeker de eerste keer. Maar daarna denk je wel, ja, dat, dat scheelt een hoop tijd. En een hoop basisparen, een hoop bestanden. Als die kopregel kan veranderen. Oké? Okay? Iemand vraagt hier maar van wanneer gebruik je tekststijl en wanneer een Alinea-stijl. Alinea-stijl heeft niks te maken met Alinea-instellingen, maar die gaat over een hele bloody Alinea. Dus als ik een tekststijl ga gebruiken, deden ook tekenstijlen, niet tekststijl. Dus dit zijn de Alinea-stijlen. O, daar waren ze. Paneeltje weer terug. Dus het is niet zozeer dat daar instellingen in zitten die alleen met Alinea te maken hebben, nee, het bereik ervan zal een hele Alinea zijn. Als ik alinea-stijl loslaat op één woordje binnen een tekst, bijvoorbeeld uh, die uh, tussenkop, dan wordt de hele alinea een tussenkop. Of een paragraafkop, of een uh, hoofdstukkop, waar is dat die? die hoofdstukkop? Nou, daar, kop-hoofdstuk, daar wil je niet. Dus alinea-stijlen pakken gelijk de hele alinea. Daarom kunnen die ook alinea-instellingen met zich meenemen voor ruimte voor, ruimte na, kantlijn, dat soort dingen die met de alinea-vorm te maken hebben. Tekststijlen, dit doen we even niet, stap stapje terug. Tekststijlen, of beter gezegd, tekenstijlen, die zullen een aantal tekens kunnen aanpassen. Bijvoorbeeld, ja, hier is even een, een woordje square yellow nodig. Daar, want daar, moet het yellow moet nog wel een kaartje achter komen, geloof ik. En hier is nog zo eentje square yellow. Dus dan doe je dat voor een aantal tekens, meestal een woord of een paar woorden. Ja? Dus dan gebruik je voor een kleiner bereik. Dus het is niet van de tekenstijlen doen de tekeninstellingen en de alinea stijlen doen de alinea-instellingen. Nee, het bereik ervan is een aantal tekens of een hele bladde alinea. Ja, dat is het grote verschil. Wordt vaak niet goed begrepen. Dus houd het goed in de gaten. Je hebt meestal heel veel Anina-stijlen nodig... en een paar tekenstijlen voor de lollende pret. De krent in de pan. Uh, dus dat is de vraag. Uh, de grote vraag met een lang antwoord... over hoe werkt dat met die doorlopende kopregels. Voor de liefhebbers. Ik denk dat er een afvalrace is in de Zoom-sessie nu. Uh, ja, we zakken... Uh, oh nee, we blijven hangen. Ze vinden het leuk. Oh jee. Uh, laatste vraag geloof ik. Of een van de laatste vragen van... Uh, Zo waar. Esther. Esther is er nog misschien. Esther, leuk je misschien weer ergens in de lijst te zien. Ja, daar is ze geloof ik. Ja. iPad van Esther. En jij was een <laughs> uh, Ze heeft een paar les ervan me. En Ja, dat weet ik nog wel. En ik ben nog naar Jeff Beal van de Muziek. Ja, zeker. Leuk dat je dus uh, hier ook hebt zit. Uh, ja, even onder rondje hoor. Tijd voor. Uh, ze heeft een vraag over InDesign. Als ik een groot bestand maak, een boekje met foto's, dan gebeurt het regelmatig door een kleine verandering in de tekst, verderop in het document. Dingen verspringen soms wegvallen. En ik vraag me af, wat, wat valt dan echt, hele regels, hele blokken tekst? En wat is dan die verandering die dat deed? Dus het is nog een beetje een vage vraag. Dus ik vraag me af, wat voor een kleine verandering is dat? Misschien kun je het even in de, in de chat even zetten. Wat is het dan voor een kleine verandering? Als jij een stijl verandert, ja, dan zullen alle teksten veranderen. Uh, als je dus de, 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 de staminpagina, een tekstkader een beetje lager trekt en je hebt niet ingebroken op de echte pagina. Dan gaat hij ook een beetje lager staan op iedere pagina die niet is ingebroken. Dus dat, ja, zo werkt dat. Dus dat, kleine veranderingen zijn dan juist misschien bedoeld voor een groot gevolg te hebben. Dus ik zou dan even willen weten of het nou ja, structureel klopt dat dat gebeurt, of dat er iets raars aan de hand is. Dat durf ik nou nog niet te zeggen. Dus hoe kan ik dat voorkomen? Ik zou er iets meer van moeten weten, vrees ik. Ze zitten nu de type geloof ik. Ik zie hele dikke vingers op het scherm komen. Uh, dus het zou zomaar kunnen dat we daar nog even een antwoord op krijgen. Laten we even liggen. Oh ja, deze twee laatste vragen. Uh, of de bijna laatste vragen. Uh, dan zijn we ja, een beetje over tijd, maar dat moet kunnen. Uh, twee vragen bij elkaar. Beste drukwerkdeal en hoi. En Eline en Renate hebben een vergelijkbare vraag. Ze willen graag iets doen over het maken van interactieve PDF's, interactieve magazines, digitale magazines, e-pubs, dat soort zaken. Adobe heeft een jaartje of drie, vier geleden echt toch wel definitief de handdoek in de ring gegooid voor interactieve PDF. Dus PDF's met leuke uitklappende menubalken, met allerlei panelen die komen langs fietsen, met filmpjes die erin worden gezet. Ja, weet het, Flash deden we vroeger. Oh, Flash, ja, heel leuk. Maar dat hebben ze al eerder afgeschaft, zelfs dat met de groeten van Apple was dat. Dus dat, 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 dat doet het niet en dat is niet goed gelukt. Een PDF-bestand heeft in feite twee lagen. De onderkant van de laag van de PDF is dat echt de visuele, wat erin moet zitten, waarmee we drukken en printen en kijken. Er is nog een laag zoals een biertje, een soort schuimkraag van leuke dingen. Zoals interactiviteit, knoppen, formulierelementen, commentaren, tekstwijzigingen. Nou ja, teksten die erover liggen, correcties die eroverheen liggen. Niet in de tekst zitten, maar eroverheen worden gelegd. Allerlei leuke extra's die er bovenop liggen. Het probleem is nou dat heel veel software. die dus niet van Adobe is, want die zegt van ja, ik moet een PDF laten zien. die moet zich houden aan de regels van het onderste gedeelte. Dat moeten ze laten zien. Al zijn ze geen PDF-naam waard. Dan mogen niet eens de, de naam PDF gebruiken. Maar dat. Dat, dat schuimkraagje aan lollige dingen, filmpjes, knoppen, interactiviteit, formulieren, dat hoeven ze niet altijd te laten zien. Heel veel browsers kunnen PDF's laten zien, maar alleen dit, maar niet dat stukje daarboven. Dus dan gaat het mis. Alleen een acrobat of een reader van Adobe, of een hele goede PDF-reader, zelfs die van Apple nog niet, daar zou het wel kunnen dat die dat allemaal goed laat zien. Maar dat is, ja, is zeldzamer aan het worden. Dus Adobe heeft gezegd: van dit gaat niet goed. En ze kunnen ook geen eisen eraan stellen. Interactiviteit is gebaseerd op JavaScript. Ze moeten JavaScript gaan werken, maar JavaScript kunnen gevaarlijke dingen doen. Dus wat zegt die browser die een PDF moet laten zien? We gaan geen JavaScript doen. Jij wil een menubalk, balk, niks ervan, geen JavaScript. Dus die hakt dat schuimkraagje eraf en dan blijft er dus niks over van die interactieve PDF. Ja, de PDF, maar alle interactieve dingen die gaan eraf. Er zitten een beetje nuance in. Dingen, uh, Commentaren, handtekeningen en formulieren en opmerkingen, die gaan goed. In iets meer software. Of die zeggen ook software van met onze software kun je ook uh, uh, formulieren maken. Of met onze software kun je ook commentaren lezen. Of kun je ook een linkje kan altijd. Een linkje met een hyperlink, moet wel een hyperlink, geen knop zijn. Een hyperlink, www, ga naar iets. Dat doet het altijd wel goed. Want dat gaat gewoon naar een andere webpagina. Maar alles wat iets meer is dan een hyperlink. Animatie, film, video, interactiviteit, knoppen maken, nu bouwen. Niet doen, dat gaat mis. Of je moet het publiceren als Publish online in InDesign. Dan mag je allemaal leuke dingen gaan doen. En dan moet er hier met Publish Online, dan mag je de deur met dit commando. En dan gaat het wel werken. Maar dan moeten mensen met een browser er naar kijken. Of het moet in een webpagina worden gezet door iemand. Maar er is geen bestandsformaat dat je kunt geven aan iemand van. Kijk hierna, dat is leuk, interactief met video, geluiden, leuke animatie. Niet doen. Helaas pindakaas. Pubbers Online had nog even de, 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 de wens om ook nog een, een E-Pub fixed layout te gaan worden. Maar daar zijn ook geen readers voor gekomen, komen, helaas. Alleen Apple is een goede reader daarvoor, maar ja, niet iedereen van iPad of een Mac. Uh, dus dat hele plan van Adobe, dat ze best met grote partijen proberen te laten samenwerken met de EPUB-commissies en zo, dat, dat, dat gaat niet lekker. Adobe heeft dat ook onderkend, zegt van, dat gaan we ook niet meer doen. Ik wil niet zeggen dat het eruit wordt gehaald, dat hele zootje hyperlink-verhaal hier bij dat fans, al die digitale toestanden hier, maar je moet er voorzichtig mee zijn. Tijdens een cursus hierover... Kunnen we daartussen tussendoor laveren en kijken wat werkt wel, en wat werkt niet. Wat werkt wel in dat bestand, wat werkt wel in welk bestand. In een PDF werken de hyperlinks. Kloppen werken in dat Publis Online. Media filmpje ook alleen in dat uh, Publis Online. Dus we gaan kijken wat er van wel en niet kan. Als ik weet wat voor bestandsformaat je gaat maken. Maar het is niet van alles kan, overal en altijd. Absoluut niet. Ja, dat is jammer. Ja? Dus wat dat betreft heeft, uh, heeft dat helaas een, 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 een beetje een vervelend uh, antwoord zo. Nou, ja, er kunnen best leuke dingen gemaakt worden hoor, dus uh, wat dat betreft. Maar, maar dan moeten met publishers online worden gezet en moeten mensen met een link aan haar gaan kijken. Ja? En niet dus een bestandje dat je krijgt van mensen. He, he, dat was dus een nageestige vraag. Um, en nog een vraag die ik wil verwijzen naar iets anders dan wat we ook nog gaan doen. Um, iemand vraagt, even kijken hier, laatste, minste van de lijst. Mike vraagt, ik ben veel bezig met en InDesign, prima. Ik zou me willen gaan focussen op het maken van etiketten. Heb je tips voor? Nou, etiketten, zoals je het zelf ook al een beetje zegt, van, zou ik het met Illustrator kunnen maken. Uh, want het zijn geen boekjes, er zijn niet veel teksten bij. Etiketten moeten misschien een keertje rond, ze moeten misschien met rare stansvormen gemaakt worden. Ik raad je aan om dus eigenlijk dat soort dingen toch te gaan concentreren in Design. Ja? Als het gaat om heel veel simpele vierkante etiketten of zoals rare vormen etiketten, daar dus allemaal gepersonaliseerde namen op te zetten, dan zou je maar in InDesign kunnen gebruiken om een soort boekje van heel veel etiketten van te maken. Maar de originele etiketten, of drie op een velletje of zo... dat zou ik eigenlijk doen in Illustrator. Ja? Oh, Mike geeft ook antwoord. Ze bevatten veel, veel tekst, en wat met strenge werk... Ja, dan ook. Uh, hier zegt ze het antwoord in de chat. Dat kunnen we ook samen zien op de... Ik weet niet of jullie deze Zoom-chat van mij nu zien, maar volgens mij filtert Zoom dat eruit. Dus ze bevatten heel veel tekst met strenge wetgeving. Ja, dat, dat is natuurlijk handig. Uh, dat het moet. En ze zijn inderdaad vierkant. Ik zou ze toch misschien een Illustrator maken. Uh, Illustrator kan ook wel een lekkere lange tekst doen. Even ook een beetje stijlen erin. alinea stijlen, tekenstijl, heeft die ook erin zitten. Dus een stijl die terugkomt of veranderd moet worden, kun je ook een in in Illustrator doen. Maar vanwege allerlei toeters en bellen eromheen, snijranden, misschien logoetjes erbij, dingetjes ernaar. Het is niet echt een pagina, ook al zijn ze vierkant. Uh, overweg het zelf eventueel. Ja? Als je zegt het is een echt mooi vierkant. dan zou... En we zitten met een gouden balk. Daarvoor ga ik even kijken of ik daar wel nog een stukje uh, verloop. Goud. Heb ik daar nog even een. Snel even. Een, uh, oh, dan gaat hij weg. Oh. Verloop corona. Nee, goud. Heb ik daar nog een presentatie over? Nee, dan pak ik deze uit de keynote hier. Wat is goud? Um, visueel voor de presentatie. Dan moet je het anders aanpakken dan voor het technisch uitwerken. Voor de presentatie moet je eigenlijk, als je mensen wil laten zien, kijk, komt goud, hè, snap je? Dan moet je eigenlijk een beetje faken, of als je ook gaat drukken met gewoon, het moet goud lijken, hè, met een beetje kleuren. Dan moet je dat volgende gaan doen. Ga even kijken wat ik erbij heb. Deze slide even weg. Oh, het wordt een beetje rommelig. Dit even stoppen, ja. Uh, even Keynote erbij pakken, die had ik ook wel klaarzetten, maar is niet gelukt. Dat... Open. Even stand erbij pakken. Hier is We hebben trouwens ook een keer een video over gehad, geloof ik. Uh, over wat esthetische zaken, over de gestalt principles, over verlooptinten, hoe schaduw moeten zijn, over typografie. Uh, daar zijn ook sessies over geweest. Dus misschien moet je een keertje in de bak van de video's kijken van het drukwerkdeel. Maar ik wil even hier het verloop opzoeken. Zoek naar verloop. Find verlopen. Zoek. Ja, nee, nog verder. Ja, heel trendy verlopen. Ja, maar hoe maken we ze? Daar, zijn, daar komen ze. Ja, we komen dichtbij. We komen... Wat is nou eigenlijk dat goud? Ja, die wil ik hebben. Ha, daar is ie. Wat is dat nou? Metaalachtige verlopen. Uh, zilver, goud, brons. Het zijn eigenlijk heel erg eenvoudige, simpele verloopjes. Het van grijs naar wit. Of van oranje naar, naar geel. En die leg je op elkaar. Dit lijkt dus een soort drukknop van een bel. Maar het zijn eigenlijk heel kleine verloopjes die je op elkaar heen legt. Zie je? En door ze dus qua vorm op elkaar te stapelen, krijg je de indruk alsof dat dus randjes licht en donker en laten weerkaatsen. Want in feite is zilver of goud geen kleur, maar het is de reflectie van wat achter jou gebeurt. En die reflectie moet je dus in kleur verlopen, een beetje rommelig laten zien. Hier, goud, nog eentje. Dit lijkt goud. Zie je? Een mooi goud paneeltje met een gouden opstaand randje. Nee, gewoon dit. Eén vlak met heel veel wisselende goudtinten. Of goud, geel, bruin, oranje en een beetje wit. Daar ligt dan al doorzichtig nog een ander verloopje eroverheen. En dan lijkt het een bing met een gouden randje. Dus je moet smokkelen met heel veel wisselende verloopkleurtjes. Tussen wit, geel, oranje en zelfs bruin misschien. En dat heel nonchalant op elkaar zetten. Er zijn illustratorbestandjes daarvoor die je kunt opzoeken op het internet. Die dat, hoef je juist niet allemaal in te stellen. Maar anders ga je het zelf een keer doen met de drie of vier kleuren. Je zag ze erin zitten net. Hier zie je hoe ze erin zitten. In zo'n bulling doe je een geavanceerde verlooptint en dan maak je heel veel kleurtjes erin. Of veel stuk. Of tien, dan ziet het er al leuk uit. Lekker een beetje ons land neerzetten. En dan krijg je het idee van de impressie van dat er achter jou iets gebeurt met lichtval. En dat weer kaatst in het goud met oranje terug. Met oranje-geel terug. Dus het is niet één kleur, het is een verloopkleur en een heel ingewikkelde. Nou, dat is dan een leuke eindtip, denk ik zo. Je zou het ook in InDesign kunnen doen hoor, maar ik heb het voorbeeld helaas niet erbij. Ze dus, snapte, Mike. Nou, dat doet me naar nou deugd. Lijkt me een goede om daarmee te einderen, Femke. Dat lijkt me ook inderdaad. Ja? Ja, ja zo, ik hoor je. Uh, ik heb jij nog in de chat nog dringende vragen gezien? Of urgente Even vragen? kijken: grafische hulp bij ongelukken. Ja, er werd heel veel gechat vandaag. Even oh, dit dus zijn eigenlijk voor die mensen gewoon een gezellig uh, verzamelpunt om te chatten met elkaar. Dat is ook goed, hoor. Prima. Nee, ook Ik had een heleboel er vragen. Doorheen. Inderdaad, volgens mij waren de meesten al wel uh, beantwoord. Even kijken. Er was nog een vraag van Peter: als een afbeelding midden op een pagina staat en dan bijvoorbeeld rechts uitgelijnd, hoe kun je dan de tekst rond de afbeelding krijgen? Dat is misschien nog wel een leuke. Ja. Kort dat is een makkelijk, hè. Dat is een hele makkelijk. Ik zal dit er even bij pakken of toch even het andere voorbeeld misschien? Uh, nou, bij deze, een beetje rare tekst, maar dat bedoelt er niet toe. Ik wil die tekst niet te lang in beeld laten staan, die andere. Dus ik heb een, een kader, of een, ik heb een beeldkader. Of het rond of rechthoek of zelfs grillig wordt, dat maakt niet uit. Maar je moet het hebben van dit paneeltje. Ik zet deze hier weer erin zo. En stel, het mag een beetje een leuk kleurtje krijgen. Of een beeld erin. Maar des te beter zie je nu even kort hoe het werkt. Wat er in het kader zit, boeit niet. Maar je zegt tegen het kader, het uh, paneeltje daarvoor heet het, uh, het tekstomloop, tekstwrap. Er zitten knopjes hier, staan ze ook al. De knopjes boven de balk. Maar deze kan tenminste alles instellen wat je nodig hebt. Zeg dus tekstrap, komen ze even op het scherm. Daar is hij. Daar is het, uh, het monster. Zeg, het staat nu uit. Dus de tekst loopt nu gewoon de of eroverheen. zeg je nee, ik zet je aan. Klik. Dan volgt u nu de kaders van, van de, de maximale kadergrootte eromheen. Nou, niet interessant. Ik wil een beetje grillig doen. Derde knopje. Dan wordt hij grillig. En ik wil ook een beetje afstand geven. Dan gaat hij omheen lopen. Zie je zo? Dus zo werkt dat. Ik hoop zo voldoende indicaties. Eh, anders zoek we naar tekstomloop of tekstwrap in het Engels in de helpfiles. Ja? dat dat helpt. Zo meteen nog een slide met de linkjes. Naar, nou, linkjes gewoon de helppaal van Adobe. Dan doe ik het nou eventjes. stel je gaat naar Adobe InDesign. Help. Peter zei, ik moet tekst omloop nakijken. Snap Google dit. Even, zit ik in Google? Ik zit niet in Google. Uh, nieuw bestand. Hallo. Nieuw venster. Oh, oh, daar daar liggen ze, <laughs> achter het Zoom-venster maar ze op te bouwen. Dus uh, Adobe Help, ik zoek nooit via Adobe zelf, ik zoek altijd via Google. En dan erbij zetten Adobe Help InDesign, dan krijg je de Helpfout van Adobe voor InDesign. Adobe InDesign. Ah. Haastige spoed aan het eind, is zelden goed. Adobe Help InDesign. Tekst, tekst omloop, hmm. bijna goed. Wat bedoelde je tekst van Ja, ik bedoel de tekst van ja. Nou, dan ga je naar kijken. En dit is een van de duizenden termen die je zou moeten weten, natuurlijk. En dan ga je het keur vertellen met een filmpje van Rob de Winter. goede collega van me. Of je zegt: nee, doe maar niet. Ik ga naar de Adobe Help -verhaal. Zelf dan zoek ik naar iets met Help van Adobe. Hier: Help Adobe X. Dan gaan ze vertellen. Met plaatjes, met knopjes en aanpassingen erbij. Dus genoeg om terug te vinden. En dat geldt voor alle onderwerpen dus. Hè? Onthoud trefwoorden in het Engels of het Nederlands... en dan kom je er wel. Stel dat je dus denkt van... ja, maar ik heb een trefwoord en dan kom ik opeens op... Engelstalige pagina's. Zie je, dan zit het opeens in het Engels. Dat zit boven de balk. Zie je er dus staan... helpxadobe.com. Als je er eens zet... ik zoek dus hier slash nl. Dan zie je bijvoorbeeld ook bij een andere pagina staat nl. Of nl-nl geloof ik. Nee, gewoon nl. Gewoon kort nl. Dan is het dit weer De Nederlandse pagina. Oh, moet je de Finse hebben? we de Finse. Type erin fi. Zie je de Finse uitleg, mocht je ook een Finse website tegenkomen. Dus het is heel makkelijk om zo terug te vinden. Of naar de filmpjes van Drukkelijk Deal kijken van eerdere versies. Ja. Um, ik zag nog één andere vraag langskomen. Heel kort van iemand vroeg uh, Tamara vaak van: ik gebruik graag, um, even jullie het scherm meer zien, Tamara een stukje terug. Die vraag, ik heb nieuwsbrieven. Daar gebruik ik vaak laposta voor. Nieuwsbrieven zijn dus ja, pdf-achtige dingen die je gaan sturen naar mensen, hopelijk printen ze het. Nee, dat doen ze niet meer. Uh, maar Of je gaat ze echt gewoon drukken en versturen per post, dan heeft het tenminste nog wat aandacht. Um, maar, uh, maar als het. Digitaal moet, dan gaan veel mensen uitwijken naar. Dan gaan ze een InDesign-bestand in een PDF in een mailtje gaan sturen. Dat is het enige wat werkt als je echt precies wil zien wat je stuurt. Maar ja, dan stuur je mensen een PDF van jouw InDesign-bestand met een mooie opmaak. Een e-mail is geen opmaakomgeving. E-mail is een hele achterlijke kruiwagen voor vormgeving. Er kan alleen maar wat blokken worden gemaakt. Een beetje. Heb jij ooit een e-mail gezien? Maar niet een pdf en e-mail, maar een e-mail die hele leuke opmaak had met leuke rondlopende vormen en teksten die raar deden, zoals net met die. Eronder. Nee, want dat kan niet in HTML een e-mail. Dus HTML, de eenvoudige oude techniek van HTML, de oudste techniek, versie 3 geloof ik. Daar is mail bij stil blijven staan. Dus mail kan niet meer dan simpele kaders en blokken en lijntjes en kleurtjes. En daar moet je mee doen. Een soort tabelachtige vorm is het in feite. Sterker nog, het is een tabel, meestal. Dus e-mail kan niet veel aan opmaak. En je zegt dan van ja dat Mailchimp, dat, dat vind ik dan misschien zo fijn voor wat weinig features. Maar het is wel het programma, het beste programma die dat doet. Die het meeste eruit haalt. Ja? Dus zo'n programma als Mailchimp is echt wel goed om nieuwsbrieven te maken. Die je dus, of op, opnieuw te maken. Met een vergelijkbaar uiterlijk, zoals in de PDF staat. Die je per post hebt gestuurd of zo. Of die op een foto ligt of, een, of ergens. Maar doe het alsjeblieft met Mailchimp als je in de mail zelf al mooi eruit wil zien. Ik weet dat kan niet veel. En je gaat zo, eh, ik wil die zijn. Nee, gaat niet werken. Er zitten tegen de HTML-techniek aan te hikken. Ja? Dus dat is eventjes een, een probleem. Oké. Okay. Femke, jij nog één? Wel een leuke dan. Nee, volgens mij uh, was dit hem voor vandaag. Dan gaan we opbreken voor vandaag. Oké. Okay. denk het ook. Het was ja. weer een, uh, een uh, sessie vol informatie, volgens mij. Mijn hoofd er in ieder geval Van. <laughs> <laughs> ja, we hebben toch weer ook was nieuwe weer, dingen uh, super gedaan. Super interessant. Leuke nieuwe <laughs> dingen inderdaad. Dus okay. uh, iedereen heel erg bedankt uh, dat jullie er waren. Mochten er, er toch nog vragen zijn, um, kun je ons altijd mede naar marketing.nl. Dan uh, gaan we het alsnog proberen om jullie vragen te beantwoorden. En uh, de volgende sessie staat uh, de eerste dinsdag van oktober gepland. En uh, wie weet, uh, zien we jullie dan? Ja, je krijgt nog een PDF van de slides, waarin deze dingen dus ook weer staan. Die krijg je nog na als het goed is, toch, Femke? Ja. Ja? ja? Ja, dat kunnen we doen. En... Uh, uh, help zoeken dus bij Adobe had ik al vermeld. En, uh, en, en kijk de andere video's naar. Ook daar zit... de link hierin die je dus... Uh, dan kunt aanklikken en dan kom je er wel. Ja? Ook van mijn kant, dank voor al die aandacht. En Femke... bedankt voor het, uh, voor het goed hosten van deze sessie. Was het, uh, viel het mee, 200 man? Het was te doen. Het was wel... Uh, af okay. en toe werden er zoveel vragen... tegelijk afgevuurd dat ik... Uh, okay. maar ik heb geprobeerd het of te... beantwoorden of te verzamelen okay. of... Uh, bij jou voor te leggen. Dus... Uh, <laughs> Volgens mij is het. We hebben nog het toch niet te komen. moeilijk gemaakt. Oké. Okay. <laughs> uh, tot de volgende keer misschien. Ja. Yes. Doei.